Okay. Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in café Libertaria, het enige café waar u... Nou, er zullen vast nog wel meer cafés zijn. Maar in ieder geval, bij ons heb je geen QR-code nodig om te luisteren en deel te nemen, noem maar op. En iets in de chat te zetten. Zeg, de enige QR-code die wij hier gebruiken is natuurlijk dat van je van een Bitcoin-wallet of een andere crypto-wallet. Ja, ik was toevallig zaterdag in de bioscoop bij James Bond. Oké. Het zat helemaal ramvol hier en je hoefde geen QR-code of mondkapje of iets. Dat telde het helemaal niet mee. Hartstikke idee. Hoppakee, zo hoort het. Ja. Ja, ja. Ja, nu ben je dus niet lekker. Je voelt je nu dus niet lekker. En nou ben ik zo ziek als nog, ja. Maar dat komt omdat ik gisteren... Dat heeft daar vast mee te maken. Ja, gisteren was ik ergens en daar hadden ze een koelkast met bier. Maar toen ik wegging, toen was het alleen maar een koelkast. Maar ik merkte het wel toen ik vandaag. Ik heb er heel de dag al last van. Ouderwetse kater. Stom. Ja, dus, ik zal de details daar gewoon besparen. Maar ik heb een zware dag vandaag. Oké. Okay. Oh, er was net even een echo. Als het goed is, is er nu geen echo meer, Kitana. Dus, laat maar even weten. Oh, ik zal de chat er ook eens even bij trekken. Zo. Ja, goed. Ja, laten we beginnen met goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. En hoppakee. Oh, dat is de chat inderdaad die je nu ziet. Ja, laten we beginnen met de staatsschuldmeter. Laten we die een keertje voor de verandering niet doen, want dat is, een lachertje. Ja. Dat is gewoon een script dat afgespeeld wordt. Nou, laten we gewoon met bitcoin beginnen voor de verandering. Die is de laatste keer dat ik checkte vandaag was hij flink weer omhoog aan het gaan. Toen zat hij nog op de 57,5. Jongens, de verbinding is een beetje traag, hè? Ik heb hem hier wel. Jij wil hem in euro's of in dollars? In dollars, 57,2 miljard. Sorry. Nee, 57. Is het al zo ver? Dat is de staatsschuldmeter. Turkse lieren wel. 7. Doe jij maar even, Yoshi. $57.191 per bitcoin op het moment. En dat is sinds vorige week een stijging van 5%. Oké, mooi. Ja, dan hebben we natuurlijk de olie. Even kijken. Olie blijft ook maar omhoog gaan. $81.35. En goud. Bijna rond 1800. Dus goud is ook weer aan het stijgen. Okay. Ondanks dat ze hebben beloofd in november met de tapering te beginnen. Dus iets minder geld bijdrukken per maand. Ja, maar zouden ze het echt gaan doen? Ja, het verhaal is altijd dat ze even een pro forma schijnwerking moeten maken tot de pleuris uitbreekt. En dan draaien ze dan weer snel terug. En dan drie keer zo hard draaien ze terug als ze... Dus het is watching paint dry als ze het voorzichtiger gaan doen. En als de markt dan naar beneden klettert, dan drukken ze opeens 6 triljoen bij of zo. Ja, zoiets. Ja, we zullen het zien. Het is natuurlijk ook, wie gaat er nog vluchten naar goud, hè? Met al die crypto's die er tegenwoordig zijn. Dus ja. Het is al 10 jaar rond de 1800. Het is vrij stabiel. Ik hoorde zelfs al, Jamie Dimon, die normaal, daar vorige week nog over. Morgan Chase, geloof ik. Die zat in één keer ook weer positief te doen over crypto. Van dat het toch beter was als, of bitcoin, beter was als... Als goud. Zoiets had hij gezegd, geloof ik, hè? Ik heb het niet meegekregen. Ja. Nou ja, goed. Ik heb het even gemist. Maar ja, met goud is het ook zo. De hoogtepunt was ooit in de
Great Financial Crisis van 1900 zoveel of zo. Mm-hmm. En toen is het daarna weer in elkaar geklapt. En nou is het weer teruggekomen. Het zit weer een beetje tegen die 1900 aan. Ik denk als het door die 1900 heen gaat, door dat oude record, dan is het weer clear skies, denk ik. Ja, ik moet wel even zeggen, in die uitspraak van Diamond, voor de rest had hij het alleen maar af te kraken. Hè? Dus het was niet dat hij, dat hij in één keer positief was, nee. Ah, okay. Hij had er weer een rant tegen crypto. Maar zei tussendoor van, er zitten wel voordelen aan. Want je hoeft niet met goudstaaf onder je arm van hot naar her te lopen. Ja. Even kijken, ja, de andere crypto begint ook langzaamaan een beetje omhoog te klauteren. Ik denk als zometeen 18 oktober die uitspraak komt van de SEC over die zaak met de Ripple, dan zal er pas echt beweging zijn, denk ik. En, die komt over 4 dagen? Ja, 18 oktober. Ja. Oh, maar dat is 18 oktober? Dat is dat is maandag. Ja, ik zit helemaal enkele dagen in de war ook. Heerlijk, maandag, oké. Okay. Nou, die zet ik even in mijn agenda, want ik heb nog een zwik rippels. ik ben weer een beetje aan het inkopen, dus ik denk wel dat de uitspraak positief is. Maar ja, voor hetzelfde geld is het negatief en dan klettert alles naar beneden. Dus, maar ja, de altcoins, ja, er zat volgens mij alweer een beetje beweging in te komen, zag ik. Maar de Ethereum ging ook behoorlijk omhoog vandaag, dus het leeft weer. Polkadot. Ja, alles gaat nu omhoog, maar dat is nadat het eerder omlaag is gegaan. Hè? Dus, Ja. Litecoin heeft deze week de all-time low neergezet. Oké. Okay. Ja? Die was onder de 3 millies. Ja, niet in euro's natuurlijk. In Bitcoin. Ja. Ja, Litecoin, ja. Ik heb ze ook nog wel hoor. Maar wat ik heb het idee dat het een beetje dood is. Toch? Nou, ze zijn met Litecoin zijn ze nu bezig om het om te bouwen en er een mimble-wimble in te bouwen, zodat het privé... Private transacties. Een nieuwe Monero wordt het. Ja, nou, dat denk ik dan ook weer niet, maar ze zijn er wel... Er werken een hoop mensen aan. Ja, toch wel. Ja. Het zit weer leven in de brouwerij. En het is gewoon, overal waar je bitcoin... overal waar je met een bitcoin terecht kan, accepteren ze eigenlijk ook wel litecoins, hè. Maar het is een beetje een altcoin of the past. Ik heb het idee met die altcoins. Die hadden Dash en Litecoin. En die altcoins, de volgende ronde komen die niet zo geweldig meer terug. Dan komen er nieuwe altcoins die weer helemaal door het dak gaan. Ja, dat heeft een beetje ook te maken met die tactiek waar ik al eerder eens iets over gezegd heb. Het is de bedoeling voor de mensen die nu de euro's maken en de dollars en alle centrale bankiers... Om inderdaad dat soort protocollen die hun gezag ondermijnen zo onaantrekkelijk mogelijk eruit te laten zien. En het in de vergetelheid doen laten raken. Dus ja, er komen we net als met de boeren van 2017, zullen er wel weer een hele zwik aan nieuwe munten komen. Die eigenlijk allemaal er alleen maar voor zijn om een beetje geld af te vangen. En zodat het geld niet stroomt naar een echt decentraal cryptogeldprotocol zoals bijvoorbeeld een Litecoin, waar ze veel minder makkelijk controle op kunnen hebben dan een, weet ik het wat, een Polkadot waarvan je het hele team, ja, wie zijn dat eigenlijk, en weet je wel, dus ja, ik denk dat ze op zich niet zo mee zitten als er een bubbel ontstaat in crypto. Net zoals ze niet zo mee zitten als er een bubbel ontstaat op de aandelenmarkten. Wat ze willen voorkomen, denk ik, is dat al dat geld richting brood, vlees, benzine, dat soort dingen stroomt. Want dan heb je heel snel een revolutie. Terwijl als er ergens bubbels zijn, je krijgt niet alleen dat je geen revolutie hebt, als assetbubbels, maar mensen vinden het zelfs allemaal prima, want ze rekenen zich helemaal rijk met die... met hun papieren winsten. Het probleem ontstaat alleen als je de echte, als die er allemaal echte dingen van gaan kopen en die bubbels leegvloeien, dan gaan ze natuurlijk in de commodities en dan vliegen de commodities omhoog. Ik denk dat ze daar banger voor zijn dan dat er een cryptobubbel ontstaat. Ja, die cryptobubbels die ondermijnen het vertrouwen in die euro.
Ja, en, uiteindelijk wel natuurlijk. Ze willen gewoon niet dat je dat als betaalmiddel gebruikt. Daar komt ja, dat de denk sowieso niet. Het is gewoon een, hoe heet dat nou, een concurrent op hun markt. Dat is hun monopolie wat ze hebben. En als daar concurrentie op komt, daar ontlenen ze alle kracht uit uiteindelijk. Dat wij allemaal in dat geld maar vasthangen. En ja, uiteindelijk gaan ze natuurlijk verliezen. Dat is wel duidelijk, want ze drukken er maar bij dat de lieve lust is. En ze kunnen er eigenlijk niet mee opbouwen. Dus dat gaan ze verliezen. Maar ik denk dat het moment dat ze dat echt verliezen, is niet dat crypto door het dak gaat, maar eerder dat de prijs van voedsel en energie door het dak gaat. Daar gaan we het zo ook over hebben. Ja, maar ik wil nog wel zeggen, ik bedoel, heel veel van die projecten, die zijn ook geen dingetjes om te negeren. Ik bedoel, je hebt met Solana, Cosmos en noem maar op, Cardano. Dan heb je dan transacties, geloof Cardano is 2 miljoen transacties per blok. En ik geloof Solana, die had je al iets van 1 miljoen transacties per seconde of zo, wat ze aankonden. Ja, dat kan echt een soort betaalmiddel worden. Maar het was wel de laatste keer down. Hè? Ik geloof dat het netwerk niet zo betrouwbaar is. Ja, Solana is geloof ik nog in beta of fase, geloof ik. Ja. Ja. Ja, dat zijn ze allemaal. Dat is Bitcoin ook. Ja. Maar in ieder geval, ja, het zijn projecten waar je dan ook nog allerlei dingen op kan doen. Hè? Met de decentralized finance en zo. Ja. Maar goed, laten we even naar het eerste berichtje gaan. Hero, als we het toch over crypto hebben. Nigerianen hebben het ook ontdekt. Ze denken dat een digitale currency de oplossing is voor de problemen die ze al decennia lang hebben met de Naira. Dus ze willen met de 1 Naira komen. Ja goed, ja, om heel even in het kort te zeggen, waar is de Naira op gebaseerd? Inflatie. Ja. Er staat ook zo'n mooie foto bij van de Central Bank of Nigeria Headquarters in Abuja, Nigeria. Dat is een gigantisch ding, een modernistisch, enorm paleis. Ja. Antennes erop. En je ziet wel dat daar geld gedrukt wordt. Ja, ja. Beetje net zo'n gebouw als dat van de ECB eigenlijk, hè? Ja. Maar ja, goed, ja, het is... Ik heb zoiets, als je dan toch dat probleem op wil lossen en je wil het vertrouwen weer hebben, gebruik dan een of andere cryptocurrency. Ik bedoel, er is nog een e-gulden die je kunt gebruiken. Ja. Ook kan ook in Nigeria, hoor. Dat maakt allemaal niet uit. Moet je wel van oranje houden, dat is het enige. Je moet, als je niet van oranje houdt, dan... Ja, of neem er eentje met een hond erop. Die had de inflatie, hè, geloof ik, hè, de Dogecoin. Ja, die heeft oneindige inflatie. Dat is dan ook weer zo. Een soort Naira eigenlijk. Een soort 1 Naira. Ja, het punt met... Kijk, zij presenteren dit natuurlijk als digital currency. Dat is het ook. Ik zeg altijd, de rest van de cryptos zijn decentralized money. Snap je? Het is niet hetzelfde. Het werkt wel met dezelfde techniek, maar ze hebben gewoon... Ja, het vermogen om oneindig te printen, zoveel als ze willen, wanneer zij denken dat het het beste uitkomt. En dat is dus in zekere zin hetzelfde als wat we nu al kennen, alleen dan digitaal. Ja, gaan we nou even naar het volgende berichtje toe. Okay. Ik vraag me dan altijd af, even nog laatste dingetje, of dat ze dan bij zo'n nieuwe munt... dan ook die regulering weer helemaal opnieuw gaan oppakken. Want dat denk ik de hele tijd. Ja. Dan krijg je dus een digitale euro die niet hetzelfde is als een gewone euro. Dus dan moet jij als exchange... Gelinkt worden of zo. Moet je gelinkt worden met een bankrekening of met een wallet. En ik denk dat ze daar best wel mogelijkheden inzien om dus die hele markt zoveel mogelijk af te sluiten of zo. Dat ze dus zeggen van nou, dit zijn diensten die worden niet ondersteund in onze nieuwe digitale geld. Kijk, zolang ze niet gewoon zeggen van joh jongens, gebruik gewoon iedere crypto die je maar wil gebruiken, denk ik gewoon. Ja, dan ga je gewoon hetzelfde pad weer in waar je al
waar je al op, wat je al aan het bewandelen was, weet je wel. Dus kan je wel een E voor die Naira zetten, maar het is gewoon hetzelfde probleem, weet je wel. Ja. Denk maar niet dat hun product radicaal gaan veranderen. Dat ze gaan zeggen van, ja nee, we worden nou decentraal en er is een limited supply en... Nee, dat kan ook niet, want ik bedoel, daar gaat iedere overheid failliet. Precies. Dus dat gaan ze niet doen. Dus dit is gewoon, ja... We zetten eigenlijk alleen maar een E voor het woord. Ja. Dat is alles. Maar voor de rest is het exact hetzelfde product. Ja. Nee, goed. Ja, nou ja, dan gaan we even naar de inflatie toe. En dit is natuurlijk gebaseerd op de VS, denk ik. Inflatie rate is rising to 5.4%. Schrijft ja, de Daily Mail. Ja, gerapporteerd. Ja, ja, ja. Zijn weer de all-time high van 13 jaar geleden is weer bereikt. Excluding food and energy of zo, dat soort dingen. Sowieso zit er ook nooit olie, zit er ook nooit in. Terwijl iedereen gebruikt olie in zijn leven. Mm-hmm. Ja, en dan wisselen ze heen en weer. Dus bijvoorbeeld, niet de huizenprijs zit er dan in, maar daar zit een soort huur in. Equivalente huur. Of ze trucken met... tweedehands auto's of nieuwe auto's, of dan kan je kan allerlei verwisselingen doen natuurlijk van substitutie altijd van je haalt die goederen uit omdat ze niet meer gekocht worden, maar dat is dan omdat ze te duur zijn en dan stop je er iets goedkopers in. Ja. 100 gram vlees zit er dan bij. De ene keer is het kattenvoer en de andere keer is het biefstuk. Ja. En dan kun je heel veel met het cijfertje kun je ontzettend veel goochelen. Is eigenlijk een beetje, ik noem het altijd maar vergelijkbaar met de COVID-cijfers. Hè. Is iemand, gaat die dood aan COVID of met COVID? En als iemand kanker heeft en hij heeft een positieve PCR-test, ja, je kan het gewoon rapporteren als COVID-doden natuurlijk. Hè. Ik bedoel, het is maar net wat voor politiek beleid je wil voeren, waar je die nummers goed voor kan gebruiken. Dus die 5% die hier genoemd wordt, ja, nou, er is een Amerikaan, en die gebruikt nog steeds dezelfde rekenmethode van Shadowstats. Shadowstats. Oh ja, ik zal eens kijken wat hij dan, of ik het snel kan vinden. Shadowstats.com of org, weet je dat? Nee, dat weet ik niet. Shadowstats. En want de... Nou, ik kan het nou niet vinden. Maar de manier van inflatie berekenen is namelijk nogal veranderd. In de afgelopen 20, 30 jaar. En die man die houdt dus vast aan de inflatieberekening van ongeveer 30 jaar geleden. En dat vind ik persoonlijk een beter inflatiegetal dan het getal wat de overheid... Shadowstats.com. John Williams heet hij. Shadowstats.com. Alleen ik heb ontzettend een lab tekst, dus dan kan je niet zo goed zien... money supply inflation, dus de official CPI, is het de 1990 based inflation zit al boven de 8%. Ja, nou kijk, dus dat scheelt, dat is bijna dubbel, hè? Ja. Dus ja, het is een cijfer, het is een zwaar gemanipuleerd cijfer, maar ja... Iedereen die kijkt ernaar en oh ja, inflatie 5%, dat is wel veel, hè, is wel veel, maar... Ja, maar nou zegt de Fed al, die zegt 50% kans dat het transitory is en 50% niet. Dus dat is wel, het begint al terug te krabbelen met dat hele transitory verhaal. Want hetzelfde verhaal geldt altijd, dat als mensen het gevoel hebben van, oh, dit is, alles wordt steeds duurder... Dan gaan ze hun gedrag aanpassen door, weet ik niet veel, 100 tube stampasta vast te kopen. Want dat heb je toch nodig en dat blijft eeuwig goed. Dus koop maar die handel. En dan gaan ze misschien ook nog wel een heleboel jerrycans benzine inslaan. En ja, je gaat gewoon voorraden aanleggen. Dat is gewoon voordelig als de prijzen omhoog gaan. Maar door die voorraden aanleggen gaat de prijs nog meer omhoog. Ja. Dus meestal is het verhaal van als het eenmaal losgaat. En mensen krijgen een inflationaire mindset, dan gaat dat alleen maar harder. Dat versterkt zichzelf dan. Het artikel wordt nog gezegd, even kijken, bacon is 19% omhoog vergeleken met vorig jaar. Beef is 17%. Ik zal nog even een paar hoge uitpikken.
Even kijken hoor. Gasoline is dan 42%? Ja, 42% omhoog, gasoline. Ja. Ja, dat klopt wel. Het is natuurlijk hard gegaan. Ja. Het was nog negatief in het COVID-jaar, de olie in ieder geval dan. Even kijken hoor, hotels 20%, tweedehands auto's 24% omhoog, terwijl ja. Nieuwe auto's 9%. Want de nieuwe auto's, die zijn haast niet te maken, okay. Omdat die chips er niet zijn. En ja, misschien nog wel meer, er zijn enorme supply chain problemen. Mm-hmm. En daardoor is die prijs van tweedehands auto's zo hard omhoog gegaan. Joe Biden zei dat hij dat nog even miraculeuze wijze ging oplossen met kerstmis, hè? Oh, krijgt iedereen een auto, zo van de centrale bank. Nee, hij zou zorgen dat de post wel zou doorwerken op, met kerst. Het is, dat is even geweldig. De man die het probleem veroorzaakt heeft, die komt nou ook met de oplossing. Ken je het goocheltrucje? Ik geloof dat Rutte gaat ook onze hoge energieprijzen compenseren. Oké. De man die 1000 euro beloofde. Ja. Ja, goed, ja, ja. Nou ja, even kijken hoor. Wat staat hier allemaal? Stijgende gasprijzen. Groot probleem voor kwekers. Eten wordt onbetaalbaar, wordt voorspeld. Ja, een heleboel van die glastuinbouwerij, dat was natuurlijk eigenlijk in Nederland ook alleen maar omdat er een gasbel was. En de overheid gaf eigenlijk met korting, gaven ze die tuinders gas. En ja, dat is nou op. Tenminste, het verhaal is, we doen het voor het milieu, maar in Duitsland doen ze voor het milieu, gaan ze juist gas gebruiken. Mm-hmm. En ik denk dat het niet op is, maar het moeilijker te winnen, een stuk moeilijker te winnen. En dan komt die tuinbouw natuurlijk in de problemen zitten. Dat bij hoge prijzen is het niet meer rendabel om sommige dingen te verbouwen. Dus die zetten ze dan uit. En hier bijvoorbeeld is Wouter Duistijn van Beyond Grisant uit Naaldwijk is zich op dit moment aan het beraden welke strategie ze gaan hanteren om de crisis te lijf te gaan. De productie verlagen zou een oplossing kunnen zijn, maar we zijn voor een groot deel ook al toekomstige verplichtingen aangegaan. Die zullen we sowieso moeten nakomen. Dus dat betekent eigenlijk dat hij short gas zit, want hij heeft toekomstige verplichtingen aangegaan om bloemen te leveren en hij heeft zijn energieprijzen niet ingelokt. Ja. Dan wordt hij gesqueezed tussen een hogere energieprijs en vaste verplichtingen van afleveren. Dus dat is niet zo best. Hè. Maar dat is dan bloemen en zo. Maar ja, dat kan natuurlijk ook met tomaten gebeuren of met van alles en nog wat. Dus dan, dat gaat wel een probleem opleveren. Dat het tegelijkertijd met die tsunami aan geld die loskomt, dat ook de productie van voedsel wordt teruggeschroefd. Maar ja, we waren sowieso mee bezig met boeren. Ja, waar hebben die boeren nou voor nodig? Akkerbouw, landbouw, allemaal opzouten. Want we moeten pure natuur en milieu hebben. We moeten een hek om de Veluwe, geloof ik, gaat er. En omdat het precies zo blijft zoals het altijd was. Niemand kan er dan van genieten ook, maar dat geeft niet. Het is gewoon, natuur moet zo blijven voor de natuur zelf. Ja. Dus die boeren zitten toch alleen maar de natuur te veranderen. Die moeten daarmee ophouden. Maar wat we dan gaan eten in de toekomst, dat is nog niet helemaal duidelijk. Insectenburgers. Maar ja, dat is de toekomst inderdaad. En proteïne van insecten. Meelwormbrood. Ja, ja. Het eerste sneetje is inmiddels geconsumeerd, hè, van meelwormbrood. Door jou? Nee, niet door mij. Volgens mij is het nog steeds niet te betalen namelijk. Misschien dat je daarom niet zo lekker voelt. Zat ik. Ja, ja, ja. Hey, dat is van het vloeibare brood. Ja, oké. Okay. Het gele nat met een witte schuim. Ik had dat een maand of twee geleden, denk ik, had ik een filmpje gezien van een Nederlands bedrijf wat dus van die meelwormen, en daar maakten ze dan echt meel van. En dat verwerkten ze in brood. Wat eet die meelworm? Eet die meel soms?
Nee, ja, weet ik niet. Poep, denk ik. Ik weet het niet, joh. Die eten meelwormen. Je hebt een meelworm, die eet poep en daar ga je dan brood van maken. Het is echt, de toekomst is het is helemaal à la, wat heet het, Soylent Green. Van, de onderdaan kan net functioneren op een dieet van 75 cent per dag of zo. Hebben ze dan uitgerekend. Okay. Een of andere smurrie krijg je dan. Je wilt niet weten wat er in gewoon brood zit. Ik bedoel gewoon dat machinaal gefabriceerde brood, weet je wel, wat je bij de supermarkt vaak vindt. Er zit gewoon mensenhaar doorheen, hè? Of soms ook varkenshaar. Dus ja, doen ze om het te laten rijzen, want dat werkt beter dan, en is goedkoper dan, dan yeast, zeg maar, gist. Ja. Ja, ik zit nog even te lezen, er wordt hier een prijs genoemd, maar ik weet nou niet of het van hun product is of van het gas. Er staat hier, maandag was de dagprijs nog 70 eurocent en vandaag is het 1,20 euro. Dat is een stijging van 40%. Oké. Okay. Ja, en wie ook moet dokken? Ja, het eerste product wat je tegenkomt zijn daarboven, zijn geloof ik, nee, er staat niks boven inderdaad. Het is heel orchideeën. Maar ja, dat, ik weet niet of het nou over orchideeën gaat. Nee, het zou natuurlijk die gastprijs per kuub of zo kunnen zijn, hè? Maar het staat niet bij wat het nou is. Dus ik wilde dan weten, is dat nou, maar ik denk dat het wel hun gastprijs is inderdaad. Het is weer, inderdaad, het is weer winter begint het te worden. Dan stijgt de gasprijs altijd. Ik dacht vorige week nog van ik moet long gas. Als ik een dag te laat. En de volgende dag schoot hij omhoog, om het zo maar te zeggen. Nou, hier staat iemand die zegt, we hebben ons op ingesteld dat het voor dit jaar zo blijft. Maar dat we vanaf 1 januari gewoon weer gaat dalen, de gasprijs. Ja, ja. Maar de voorraden voor deze winter, die zijn ook op een 10-jaars dieptepunt. Hè. Die zijn extreem laag. Want ze hebben een soort bluffpoker gespeeld met Poetin, geloof ik. En de Amerikanen, en die willen dat die pijplijn er komt enzovoort. Dus we hebben geen voorraden nou. En ik geloof dat de gasprijs bij sommige leveranciers en consument maal 6 ging of zo. Ja, het volgende bericht. Ja. Dat doen we niet meteen erbij, volgende bericht. Ja, er wordt deze winter weer met een dekentje en een warmtekruik op de bank bibberen. Ja. Ja, gewoon een leuke vriendin en heel de dag onder de dekens, hè? Ja, ja, ja. Lekker een fles wodka. Warmt ook op. Moet je ze wel te eten blijven geven, anders dan koelen ze af, hè? Ja, of, en als je geen vriendin kan vinden, kan je altijd nog een hond kopen ook. Hè? Maar in ieder geval, nu de hoge gasprijzen verplichten veel energieleveranciers tot maatregelen. Nu.nl ontving de afgelopen dagen een aantal e-mails van klanten en kleine energiebedrijven die plots een tariefverhoging voor de kiezer kregen. De verhoging loopt uiteen van 150 tot 554%. Eerder bleek al dat er enkele leveranciers per direct contract hebben opgezegd. Ja, wat je dan wel een beetje kan krijgen natuurlijk, is dat Rutte erin komt en zegt, ik ga de consument beschermen, dat aan de consumentenkant mag het niet omhoog, de prijs. En die leveranciers komen dan enorm klem te zitten, dat ze hun prijzen niet omhoog mogen doen, maar hun inkoopprijzen wel omhoog gaan. Dat heb je natuurlijk in Amerika ook al gehad, dat is zo'n nep-privatisering, die maar, we geven één prijs vrij en de rest stelt de overheid vast en dan weet je eigenlijk zeker dat het helemaal in het 100 loopt. In Frankrijk hebben ze de gasprijs nou vastgezet tot april. Ja. Dus een paar weken geleden is dat besloten en de gasprijs mag tot april niet stijgen in Frankrijk. En dan krijg je schaarste toch wel, denk ik. Ja, ik weet het ook niet. Daar heb je van die gasflessen vaak, hè? Tenminste, vroeger werden er van die vrachtwagens met gasflessen reden dan rond in de. Daar kon je dan op koken. Vaststellen van prijzen is ook nooit een goed teken. Hè? Dat is het in de revolutie, nee. Franse revolutie ook misgegaan. De wasvrouw, weet je nog. Het is wel de gebruikelijke reactie. Ze drukken geld, de prijzen vliegen omhoog. En de overheid zegt, don't worry, we are here to help you. Wij stellen een maximumprijs vast. En dan zijn de schappen leeg over het algemeen. Want ja, die prijs is te laag.
Ja, hier had je net geloof ik over, Nederland heeft... Dan krijg je rantsoenering. Dat is natuurlijk ook altijd het bonnenboekje, dat zit daar dan weer achter vast. Daarbij past die digitale central bank currency heel goed. Hè? Dan heb je gewoon, je krijgt zoveel geld in je digitale portemonnee gestopt en je mag er een zak aardappelen van kopen en je mag er 3 wortels van kopen en eigenlijk wordt helemaal vastgesteld voor wat je ervan mag aanschaffen. Werkt ook zo goed, hè, in de Oostblok tijdens de Koude Oorlog. Nog nooit eerder geprobeerd dit. Zo nooit, nee, dat, zelfs in het Romeinse Rijk ging het al mis, maar we gaan blijven het gewoon doen. Hier had je geloof ik net al over. Nederland heeft een gevaarlijk kleine voorraden buitenlands gas. Ja, de gasvoorraden in Nederland zijn erg klein. Dus dat geeft ook aan dat we zelf niet zoveel gas hadden. Wij waren zelf altijd de gasvoorraad natuurlijk, met slochten. Waar normaal 80-90% van de buffers gevuld zijn, is tot dit moment minder dan 60. Paniek is nu niet nodig, maar straks wel. Want we geen hebben reden tot nog... paniek, mensen. Ik herhaal, er is geen reden tot paniek. Nee, ja. Blijf vooral doorwinkelen. En we hebben nog voldoende Gronings gas om op voorraad onder winter warmpjes door te komen. Daar zijn de afspraken over gemaakt. Oh, er zijn afspraken. Nou, dat is, als er maar afspraken zijn gemaakt, dan komt alles goed. Ja. Maar dat is niet het geval voor wanneer we afhankelijk zijn van buitenlands gas. En dat is al binnen een paar jaar het geval. Dus ja, dat hier blijkt ook al uit dat het hele verhaal van we doen het voor het milieu of zo, voor global warming. Het is gewoon, het gas is op. Doe net of het een politiek besluit is om het uit te zetten. Maar de voorraden van het Gronings gas, dat is gewoon, dat loopt gewoon een probleem. Ja, er wordt hier nog een beetje extra info gegeven dat er dus 2 soorten gas zijn, namelijk laag calorisch en hoog calorisch. Wat dus in Nederland, in Groningen, zit het laag calorisch gas. Daarop is dus ook in Nederland alles afgestemd. En in het buitenland importeren wij importeren vanuit het buitenland hoog calorisch gas. En dat er zijn dus in Nederland leveringszekerheden afgesloten. Er zijn allerlei voorwaarden gesteld dat er altijd gas moet zijn. Maar dat heeft uitsluitend betrekking op dat laag calorische gas. En dus niet op dat wat wij importeren. Wat dat dan nog... Ja, het is, eigenlijk hebben wij slecht gas gekregen van onze roverheid al die jaren. De gas waar weinig calorieën in zaten. Nee, het is niet goed of slecht. Het is gewoon anders. En het kan wel naar elkaar worden aangepast. Ik koop het gas voor de calorieën. Dus als het laag calorisch is, dan moet ik... Dat is gewoon aangelengde melk, zeg maar. Dan zeggen ze, ja, dit is niet goede of slechte melk. Nee, het is gewoon extra aangelengde melk. Het is bijna water. Je moet er veel van drinken. Ik moet zelf, ik lees het zo van voor. Ik weet dus niet hoe het precies werkt. Maar, ik had inderdaad vroeger ook wel eens gehoord inderdaad, dat je niet zomaar ieder gas hier door je gasfornuis kan jagen, weet je wel. Dus je hebt verschillende types. Ga een beetje bijmengen met stikstof, dan wordt het ook laag calorisch. Ik denk het, ja. Maar we hadden nog meer berichten, want er zijn files. Maar al die stijgende prijzen ga je dit soort dingen ook krijgen, hè. File voor Brabants tankstation waar je nog benzine kon krijgen voor €1,45. Ja. Ja, hier is het voor een liter is het 160 dinar. Dus dat is ook ongeveer 1,45. Oké, okay, ja. Maar het is wel apart dat een pompstation Eindhoven is die dit zo regelt. Ja, bij mij in de buurt, meestal in de... Ja, ik zou eigenlijk mijn zwager moeten vragen. Die weet exact alle tankstations waar je het voor de laagste prijs kan krijgen. Ja, maar dat gaat een beetje omlaag. Maar dit kost nu €2. En dan kost het 1,45. En het is onduidelijk of het om een reclame stunt of een storing ging. Oh, oké. Het staat hieronder. Lage benzineprijs in Eindhoven was een stunt. Wie jarig is trakteerd. Dus kennelijk, okay. Ja, het is het punt natuurlijk, er staat binnen no time een hele lange rij en dan gaat het toch niet hard. Het is niet zo dat je dan in één keer er doorheen bent.
Nee, maar goed, ik liep laatst ook voorbij zo'n tankstationnetje ergens in een wijkenstad. En daar had ook zo'n klein stationnetje waar het altijd goedkoper is dan op de snelweg. En daar zie je ook altijd hele rijen staan van auto's. Hmm. Ja. Ja, snelweg is altijd wel wat duurder. Ja. Nou, veel lease rijders en zo maakt dat natuurlijk niet uit. Mm-hmm. Ja. Oh, kijk eens, onze grote vriend. Ja, van de Nederlandse bank, die gaat de huizenmarkt Klaas redden. Klaas Knot. Ja, ja. Knotje. Hij heeft geen knotje, maar hij gaat wel de huizenmarkt redden. Ja. 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 Ingrijpen. Tijd dat er ingegrepen wordt. Alsof ze het niet deden. Ja, dus na al die jaren van zich afzijdig houden, gaan ze nu ingrijpen. Om, ja, dat was natuurlijk één groot feest van afzijdigheid van de afgelopen jaren van de centrale bank. Absoluut helemaal niet bakken met geld gedrukt om de rentes omlaag te krijgen, waardoor een huizenbubbel ontstond. Nee, nee, nee. Ze waren afzijdig. En nu gaan ze zich ermee bemoeien. Ja. De hoogtepunt van de bubbel. Ja, volgens mij die huizenmarktprijs, ik zat te kijken, dat is gewoon een Elliott Wave, is dat gewoon een five structure. En nou komt dan, gaat hij naar beneden. Ik bedoel, dus ook als hij er niet zich mee gaat bemoeien, het zit al een beetje op zijn hoogtepunt. Volgens mij, het is hoor. Wel, dus, het is wel, ik geloof dat was nou de laatste periode van een jaar, was het iets van 15% gestegen. Voor een huizenprijs is het natuurlijk absurd 15% omhoog. Dat is wel een soort blow-off top, inderdaad. Dat, meestal is dat dan van, nou, dat mensen gaan gewoon all-in. Van ja, anders heb ik nooit meer een huis. Het maakt niet uit wat ik betaal. En dan gaat over het algemeen. Wat ze altijd zeggen, de versnelling is het einde van de bewegingen. Ik hoorde laatst zo'n babyboomer zeggen, nou, ik ga nu ook maar een huis kopen. En dat is meestal een teken dat je dan eruit moet stappen. Maar dan de vraag is even, hoe gaat deze Klaas Knot ingrijpen? Ik denk dat hij een blauwe pyjama aantrekt en een rode cape. Nee, hij beroept zich op de politiek. Okay. Hij zegt, we moeten fiscale aanpassingen maken. Onder andere de schenkingsbelasting moet van tafel. De overdrachtsbelasting voor starters moet van tafel. Of de afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters moet van tafel. En de aftrek van de hypotheekrente moet aangepast worden. Het begint met het afschaffen van fiscale do-searches, dus fiscale giften. Dus eigenlijk is alles nu opeens een gift geworden. Dat als je hypotheekrente kan aftrekken, is dat een gift. Je kan je spaarsaldo-rente niet aftrekken natuurlijk. Maar je geleende geld, dat kon je wel aftrekken, maar dat is nou opeens een gift geworden. Heeft gewoon niemand. Hij zegt ook de belastingvrije schenking van een ton die ouders aan hun kinderen mogen geven bij de aankoop van een huis. Ook de afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters moet van tafel. En de aftrek. Ja, je zou kunnen zeggen, hij zegt, we moeten de spiraal doorbreken van steeds hogere woningprijzen en steeds hogere leningen. Ik zeg dan hogere rente. Als je hey Klaas, als je een rente omhoog doet, houd dat op. tip. En daar ga je over, bij de centrale bank. Ja, jij ook niet meer natuurlijk, want je zit bij de DNB, dus je gaat helemaal nergens over. Je lult een beetje in de ruimte. Maar centrale banken in principe gaan over de rentestand. Dus als je deze spiraal wil doorbreken, hoef je niet per se bij de politiek te zijn. Je kan ook gewoon op rente omhoog aflopen. Hij heeft nog een geweldig idee om de woningtekort terug te brengen. Want er moeten namelijk meer huizen gebouwd worden. Dat is ook een oplossing. Ja. Maar dat mag dan weer niet, want die moeten een energieprestatiecoëfficiënt hebben van 0, niks. Waardoor je eigenlijk geen huis meer kan gaan bouwen zonder dat je er 3 hectare bij hebt om zonnepanelen in je achtertuin te zetten. Ja, en waar je dus met de overheid tegen een bureaucratie aanloopt op het moment dat je een huis wilt bouwen, die allemaal nageleefd moet worden, dat is ongelooflijk. Als je een experimenteel prikje aan de mensen wil geven, dan is het in de paar maanden voor geregeld, maar met een huis. Dan moet jij een blusvijver aanleggen. Met minimaal 40.000 liter water erin. Voor het geval de brand uitbreekt. Bij mij, nee niet bij mij. Waar ik vroeger woonde. Daar werkte een kweker. Die had zo'n heel stuk land. Tussen een heleboel huizen in.
En op een gegeven moment dacht hij, joh, wat loop ik hier toch de hele tijd te kweken? Ik zal er eens een paar woningen neerzetten. Dan kan ik een keer goed cashen en dan vertrek ik gewoon naar... Dat mag zomaar niet. Hij is in totaal meer dan 10 jaar bezig geweest. Mm-hmm. En dan moet je dus nagaan dat het op een gegeven moment was het afgeketst. Want waar hij noemde het, een genotshof of zoiets... En door de naam, de naam die was toch niet goed genoeg voor de buurt, want bla bla bla. En dan moest hij dus, dat kostte hem weer een jaar. En het enige wat het dan was, moest hij een heel team van mensen, die moesten dan die naam gaan bepalen, weet je wel. Dat ze er helemaal over nagedacht hadden waarom die naam dan wel goed genoeg was. Nou ja, dat soort dingen denk ik, joh, of je nou in het genotshof of in het... In het Beukenhof of weet je wel, wat maakt het er allemaal uit? Maar ja, dit in Nederland is wel... Het is die uitspraak van Tolstoy, geloof ik, hè? Van ik zit op je rug en ik je krijgt geen adem of zo. Wat nou? Ik zit op je rug en ik zal alles doen om je te helpen, behalve van je rug afgaan. Dat was, dat was eigenlijk het enige wat het probleem was. Hè? Dat is bij de overheid ook zo. We gaan fiscale researchen, we gaan dit doen en dat. We gaan moeten huizen bouwen. Maar we gaan niet rente mogen doen. En we gaan niet vergunningen geven makkelijker maken om huizen te bouwen. Want dat zou chaos zijn. Ja, want anders dan gaat het klimaat de verkeerde kant op. Ik moet even een nieuwe fles water pakken. Dit is ook... Flabbergast die zegt nog Peter voor president of de DNB. Maar dat vind ik wel raar, ik bedoel... Yoshi. Oh ja, sorry, er was even een fles water uit plastic. Nee, maar goed, wat ik wilde zeggen is van... Ik bedoel, er heeft niemand op die man gestemd eigenlijk. En probeert hij de hele politiek te bepalen, weet je wel. Dan zie je ook alweer dat democratie een flater is. Want er gaan allemaal mensen over waar we nooit op hebben gestemd hebben, weet je wel. Dus ook een Klaas Knot. Ja. Maar goed, we gaan even naar het volgende artikel toe. Wat een chique idee. Je zal hem maar als gouverneur hebben. Het gaat over de gouverneur van Californië. Die komt ook weer met een briljant plan. Die wil van alles af verbieden. Backup generators en fire pumps gaat hij verbieden. Ja. En dat is ook wel weer apart. Want het is natuurlijk bekend dat door dat beleid van Californië, waarbij de natuur allemaal beschermd wordt en je geen boom mag omhakken zonder een vergunning ervoor te krijgen, die dan ook weer onmogelijk te vinden is, werd die bossen niet meer uitgedund, waardoor je een heleboel, wat ze dan ground fuel krijgt, ground fuel, dat is in Australië ook gebeurd, overal vroeger werden die bossen gewoon uitgedund, en dan kan je nooit van die enorme vuren krijgen, maar als je dat gewoon allemaal 10 jaar laat staan, dan zitten natuurlijk een heleboel calorieën zitten er klaar, liggen er dan, zeker in een woestijnachtig gebied, klaar om in de fik te gaan. Ze hadden enorme branden gehad. En die werden dan geweten ook nog eens aan de elektriciteitsvoorziening. Die elektriciteitsleidingen die veroorzaakten dan die branden. En die elektriciteitsmaatschappij ging dan hele gebieden uitzetten. Dus ze kregen enorme blackouts, waardoor mensen geen elektriciteit hadden. En enorme vuren. En wat gaat die gouverneur nou doen? Ja, je mag geen backup generator meer hebben. Want er zit een verbrandingsmotor in. Dus je hebt geen backup voor je elektriciteit. En geen fire pump. Dus je kan ook je brand niet blussen. Zeg. Dus we hebben je helemaal afhankelijk gemaakt van de overheid. We werken dan vervolgens niet. En dan gaan we wel verbieden alle alternatieven. Dat is de overheid ten voeten uit. Ja. Ik zal maar maken dat je wegkomt daar uit Californië, maar ja, dat doen ze al, hè. That's why cryptocurrency is so important to take back. Dat is natuurlijk dat heel veel mensen die kunnen gewoon niet weg daar, hè. Die hebben het geld daar niet voor. Hmm. Dus, en er zijn toch ook wel een hoop mensen die zelf, ik sprak toevallig een Nederlander, die was afgelopen week, en die was uit Californië teruggekomen naar Nederland omdat zijn vader ziek was. Maar dan merk je toch dat hij op een gegeven moment eigenlijk weer toch daar ingeburgerd is. En voor een gedeelte ook de Kool-Aid heeft gedronken. Gewoon. Want dan zegt hij,
Californië loopt wel leeg. Iedereen gaat naar Texas en Florida toe. Van, nou ja, Texas wil je er ook niet naartoe. Die gekke gouverneur daar. En hij vond het ook wel prima dat mensen ontslagen werden die een vaccinatie weigerden. Mm. Dus dat merk je toch gewoon van, ja, ze zijn ook voor een gedeelte, verdienen ze natuurlijk zo'n gouverneur wel in Californië. Als je, ja, het ligt daar helemaal vol met daklozen en zwervers. En het staat continu in de fik. En er is geen elektriciteit. Succes. En dan mag je ook al geen noodgenerator meer hebben. En ook geen grasmaaier meer. Dat is, of benzinegrasmaaier. En mensen zitten dus zo in hun eigen wereld. Dat ze het inderdaad niet in de gaten hebben. En het allemaal gewoon vinden. Ja, nee, ja, want bij die recall is die gewoon, mocht hij gewoon weer doorgaan. Hij voelde zich geloof ik gesterkt. Van, oh nou, dat is een mandaat. Kan ik weer nog meer gekkere dingen gaan doen. Ja. En het is gewoon frappant hoe zoiets werkt. Ik ben nou een boek aan het lezen, bijna uit. The Cult of We. Dat gaat over WeWork. En dat is een heel verhaal over dat bedrijf. Dat was eigenlijk gewoon een office rent iets, zoals Regus. Dus die kocht een grote berg kantoorruimte en die verhuurde ze dan door. Maar daar zat heel veel verhaal bij, want dat is een organische koffiemachine en het was een familie en we gaan de wereld verbeteren en je komt met je spiritualiteit in contact en het is een netwerk en het is er zat een hele Kabbalah rituelen en er zat van alles bij. En er werd er enorm het geld gesmeten, want ja, dan ging je nieuwe tapijtjes bestellen, maar die waren niet helemaal de goede kleur. Hup, weer allemaal terug. We vliegen de wereld over met onze privéjet. En wat ik zo apart in vond, is dat het hele bedrijf was over sustainability en duurzaamheid en inclusivity. En dat spreekte ze gewoon de hele tijd. Adam Newman heette die. Spreekte die gewoon de hele tijd. Waardoor die de mensen tot de torenhoogte opzweepte. En een heleboel investeerders die gooiden hun geld daar naartoe. Want het was gewoon een technologiebedrijf was het eigenlijk. En er waren er een paar mensen die zeiden van, ja, maar dit is toch gewoon eigenlijk een kantoor verhuren. Nee, het is een wereldverbetering, technologiebedrijf. En het raar is dat ze dus, de hele board bestond uit mannen. Maar ze hadden wel allerlei van die hele liberale doelstellingen. En dan hadden ze ook, ja, ze hadden ergens een keer geld uitgegeven om een stuk regenwoud te redden. Dus gingen ze daar met een helikopter naartoe vliegen en er omcirkelen om dat te filmen voor de promovideo. En hij zat ook een keer, hij had 8 huizen op een gegeven moment. En dan vloog een hele staf met hem mee. Met een privéjet ook. En dan had hij kappers. En hij had 8 surfinstructeurs had hij. En die vloog die helemaal mee over die acht huizen over de hele wereld. En dan liet hij iemand invliegen naar de Seychelles om een mailtje te schrijven. Maar wel allemaal heel duurzaam en sustainable enzovoort. En inclusivity enzovoort. Het is een leuke beschrijving in dat boek hoe je ziet dat iedereen daarin meegaat. En niemand durft er wat tegen in te brengen. Want iedereen denkt dat hij ervan profiteert. En dat hij er een voordeeltje van heeft. En dat hij rijk wordt. En aan het eind dan ploft het natuurlijk in elkaar. Want dat is wel weer hoopgevend. Dat kennelijk kan je wel een paar van die hele grote VC's en bankiers kan die ompraten. Omdat hij heel erg hypnotisch kan praten. En met een heel erg begeesterde. Hij had hele erge grootse visies. En grootse woorden en concepten waar die mee smeet. Maar je ziet dan toch dat als het dan IPO moet en dan moest het naar de beurs toe, dat de gewone belegger, die pikt het niet. Die gewone belegger die ging gewoon kijken van, hey, jullie verdubbelen het verlies elk jaar. En je hebt een directeur of een CEO die eigenlijk helemaal losgeslagen is met de uitgaven. En niet alleen de uitgaven, maar hij had ook bijvoorbeeld dat het was dan WeWork, maar er moest dan een hele familie zijn. We live, we learn, we, net zoals als iPhone, iPad, iPod. En dan ging hij dan met we doen. En dan had hij dan op we had hij een trademark aangevraagd of zo. Dat was in zijn persoonlijke bezit. Op een gegeven moment ging hij dat verkopen voor geld aan zijn bedrijf. Dus dat deed hij ook heel vaak. Dan kocht hij zelf kantoorruimte. En dan ging hij eigenlijk zijn eigen bedrijf frontrunnen. En daar verdiende hij dan ontzettend veel aan. En de klap op de vuurpijl was dat hij dan aan het concept we. Had hij dan weer persoonlijk gewin gehaald. Want dan had hij dat trademark doorverkocht voor een paar miljoen weer aan,
als zijn eigen bedrijf, voordat het naar de beurs ging. Dus de media ging daar dan helemaal los op, want dat was natuurlijk wel apart van de... het wordt een hele boekbespreking, maar ik vind het apart ook hoe zo'n hele community helemaal mee kan gaan in zo'n gekte. En dat zie je eigenlijk bij die Gavin Newsom ook een beetje, dat zo'n hele, eigenlijk in Amerika voor een groot gedeelte, het hele land gaat mee in zo'n gekte. En ja, je vraagt je af wat er voor nodig is om dat om te doen keren. Met COVID is dat natuurlijk eigenlijk ook zo. COVID, klimaat, gekte, dat zijn allemaal van die massapsychoses waarvan je vraagt, ja, waar zit het einde? Wanneer komt men een keer tot inzicht? En bij dat WeWork was het toch op een gegeven moment dat door die groei hadden ze steeds meer geld nodig. En dan zouden ze op een gegeven moment, was het geloof ik op papier 70 miljard waard, maar dan moesten ze nog 50 miljard ophalen om door te blijven groeien. Wat betekent eigenlijk de verliezen af te dekken die ze gewoon maakten omdat ze geld uitgaven als water. En die moesten bij het publiek ophalen en dat lukte op een gegeven moment niet meer. Toen was het van, toen kwam de kritiek los van, ja, waar zijn ze nou eigenlijk mee bezig daar? Wat is dat voor megalomane gek? En toen barstte de hele bubbel en toen zag je ook het personeel al omslaan. Toen werd hij uit zijn eigen boord geschrapt. Toen durfde opeens iedereen durfde te zeggen van ja, maar dit slaat nergens op. En dan zie je dat opeens, toen werd hij opeens een laughingstock. Dus binnen het eigen bedrijf maakten mensen er gewoon grappen over wat voor rare vogel dat was. Dus daar wacht ik nog op bij dit soort massapsychoses, dat er een keer omslag komt. Dat mensen, dat de eerste durft te zeggen van ja, het slaat helemaal nergens op. En dat er dan meerdere gaan volgen. Ja, dat dacht ik eigenlijk ook al, dat het nergens op sloeg. En, ja. Je ziet steeds meer bedrijven die helemaal doorgaan, meegaan in deze gekte, weet je wel? Ja, ja, ja. Tot nu toe escaleert het nog steeds. Ja, ik weet wel, ik heb toen een gast die op mij ooit, we praten over meer dan 10 jaar geleden, probeerde mij uit te leggen hoe je op de beurs moest handelen, weet je wel. En ja, later ontdekte ik dan Bitcoin, dus dat vond ik veel makkelijker. Maar die nam me dan letterlijk... Hetzelfde een beetje. Nee, maar je moet wel bepaalde dingen letten. En dat probeerde hij aan mij uit te leggen. Van, hij ging dan. Hij zei: kom, laten we aandelen kopen. En dan ging hij met me mee met de auto. Nou, dan had ik een bepaald bedrijf gevonden in Nederland. Zeg ik: kom, dan ging ik met de auto daar naartoe rijden. En dan ging ik dat kantoor bekijken. En dan zeg je: ja, wat valt je op? Ik zeg: nou, een mooie grote entree hebben ze. Hij zegt: ja. En dan zat hij uit te rekenen. Dus een schoonmaker is daar per week zoveel uur mee bezig om dit schoon te maken. Dat is zoveel euro. Dus ik ging helemaal berekenen. Is dat, klopt het eigenlijk wel? Kunnen ze dit permitteren, weet je wel? En, ja, dus... Ja, het schijnt ook een hele goede indicator te zijn als een bedrijf een privéjet gaat kopen. Ja, dan moet je ze eigenlijk altijd verkopen. Dat zijn slecht presterende bedrijven. Omdat het bijna nooit gunstig is om een privéjet aan te schaffen. Dus dan, als bedrijven dat doen, dan betekent dat gewoon dat hun kostenbeheersing helemaal niet op orde is. En dat ze gewoon niet rationeel bezig zijn met geld uitgeven. Ja, nou, meestal ook zij is van, gaan ze verstandig met geld om. Daar moet je op letten. Ja. Een mooie grote entree kan er heel leuk uitzien. En je kan heel veel indruk maken op potentiële... Hoe noem je dat? Mensen, kandidaten waarmee je wil samenwerken, maar heeft het wel zin met de business die je doet? Want het kost je wel zoveel euro aan schoonmaken en aan verwarming en noem maar op, weet je wel? Ja. Dus, het zijn gewoon vierkante meters die vaak ongebruikt zijn. Hebben een hele hoge. Maar er gaat iets psychologisch vanuit. De kerken, kathedralen hebben natuurlijk ook zo'n enorme deur. Want als je daar dan doorheen gaat als klein mensje, dan voel je heel erg onderdanig worden. Dus het is imposant. En het geeft een psychologische toestand is het. En daarom, dat zie je ook zo een keer in Londen. En dan zie je al die banken, die hebben allemaal enorme deuren aan de ingang. Een hele hoge atrium. En dan, dan loop je naar de balie toe en dan voel je gewoon helemaal niemand. En dat is natuurlijk wel de manier om de beste deal los te krijgen. Het zijn van die hele simpele psychologische trucjes van we zetten jou wat lager neer en we gaan zelf met een paar mensen op een tablootje zitten, zoals bij Twan Manders. Dat heb ik letterlijk een keer meegemaakt bij de ABN, waar ik toen vroeger zat. En nog steeds wel, maar toen moest ik daar naartoe, want dat zat toen net dat apparaatje voor die identifier, weet je wel. Die werkte niet goed bij mij.
Dus ik ging gewoon naar dat filiaal toe en dan moest ik letterlijk een trap op. En aan de zijkanten van die trap had je allemaal van die, ja, wat zijn het, een soort preekstoeltjes of zo. En daar zat iemand op me neer te kijken, zo'n bankemployé. Die zat letterlijk op me neer te kijken. Zo. En ja. Ik had zoiets van, ben ik nou in een kathedraal of zo? Het was ook nog echt zo'n oud gebouw ook. En dan zei ik, zat ik wel uit te leggen, ja, ik heb dit apparaatje en het werkt niet goed. Mm. En ja, er zit er echt zo'n man met zo'n blik van, ontval toch dood met je vraag, weet je wel. Waar val je mij nou lastig? Ik had echt zoiets van, ik ben een klant, ik ben toch koning? Nou, ik ken het hier niet. Het zijn hier allemaal republikeinen. ja het, zo werkt dat. Ja, en toen werd de bitcoin uitgevonden. Maar ja, hartstikke idee. Even door. Want ja, dit doen we allemaal natuurlijk voor een hoger doel, hè. WHO. Oh, wacht even. Nee, dat is een. Ik maak het verkeerde bruggetje. Even kijken. Oh ja, jongens, we hoeven niet meer bang te zijn voor corona, lees ik hier. Want de WHO zegt klimaatverandering is de grootste bedreiging voor onze gezondheid. Hartstikke idee. Ja, ja, ze komen nou weer helemaal terug met die WHO, met die klimaatverandering. Ik denk dat het ook een beetje is dat ze toch het idee hebben dat dat. Dat die pandemie op zijn einde loopt qua uitbuitbaarheid, qua wat je er nog mee kan doen. Ja, ja, ja. Dus dan gaan ze weer terug naar klimaatverandering, wat ook heerlijk is natuurlijk voor lockdowns. En ja, het hele, ze halen ook alles door elkaar, want er staat daar het nieuwe bevindingen komen in de aanloop van de internationale klimaatconferentie van de Verenigde Naties over enkele weken in Glasgow. Het rapport stelt dat 9 van de 10 mensen overmatig vervuilde lucht inademen. Wacht even. CO2, is dat CO2 vervuiling? Nee, CO2 is gewoon een reukloos gas. Het is geen vervuiling. Het is een trace gas. Er zit er, geloof ik, wat is het, 0,04% of zo? 400 parts per million zit er CO2 in de lucht. Dat is bijna niks. Maar je kan het van alles noemen, maar het is geen vervuiling. Net zoals stikstof geen vervuiling. Misschien bedoelen ze gewoon uitlaatgas of zo. Ja, maar ze doen het nou voorkomen alsof dat het dus... valt onder de klimaatverandering. Dat was altijd CO2, begreep ik, van de pauze. Dat ging over CO2, maar dat is geen vervuiling. Dat is gewoon plantenvoedsel. Planten hebben dat nodig om zuurstof aan te kunnen maken. Hoe heet dat? Ik denk hier dat ze meer doelen op fijnstof en zo. Alles wat uit een uitlaat van een auto komt of zo. Ja, maar veroorzaakt dat dan global warming nou fijnstof? Want dat is weer iets heel nieuws wat ik nog nooit gehoord heb. Ja, maar de zin dat ze vervuilde lucht inademen. Ja, maar dat is wat ik probeer te zeggen. De titel zegt, klimaatverandering grootste bedreiging voor gezondheid. Dan verwacht je een artikel over klimaatverandering. Niet over 9 van de 10 mensen ademen overmatig vervuilde lucht in. Ja, en dat is sowieso wat ik een beetje met het hele klimaatgedoe. Ik ben de eerste die toegeeft dat wij het milieu helemaal naar de kloten helpen momenteel. Met alle plastics die wij overal dumpen en maken. Face masks. Alle face masks, inderdaad. Dus daar ben ik absoluut voorstander van dat we de dingen moeten veranderen om het leefbaar te houden. Alleen om elke keer maar te... En dat is dus die luchtvervuiling, die wat mij betreft ook gewoon aangepakt moet worden. Maar ik vind dat in Nederland niet het geval, moet ik zeggen. En ik vind het is Nederland minder niet... geworden zelfs. Hè? Maar Nederland, joh, als je... Nou, dan moet je eens een maand hier komen wonen, beter. Of ik weet niet waar je in de Oekraïne zit. Ja. Dat je dan in een grote stad zit of niet. Maar... net als als je de wereldkaart erbij pakt en je kijkt dan rondom Schiphol, maar dat is, gewoon, en de haven Rotterdam, dat zijn echt wel die vervuilende luchtkwaliteit wel. Maar het is wel minder dan vroeger, hoor. Ja. Ik kan me nog wel herinneren dat als ik vroeger naar school fietste als kind, dat ik gewoon allemaal al die gassen zat in te ademen van de auto's voor me, weet je wel. Dus, ja, wij hadden hier in Breda had je een weg en daar kwam de snelweg, zeg maar. Iedereen ging daar van de snelweg af. En dan
na een kilometer of twee van die weg die van de snelweg afkwam, kwam er dan een stoplicht dat te veel op rood stond om die drukte in de spits aan te kunnen. En dan liep heel die straat vol met auto's. En totdat er op een gegeven moment, ja, er kwamen zelfs files van op de snelweg, omdat het dan zo'n lange rij voor het stoplicht was. En dat was in de top 5 meest vervuilende straten van Nederland stond die weg op een gegeven moment. En toen hebben ze er wat aan gedaan. En toen hebben ze die banen verdubbeld. Dan konden er twee keer zoveel auto's doorheen. En toen, ja. Maar ja, dus ze zijn er wel mee bezig om dat soort dingetjes te verbeteren. En de auto's zijn schoner geworden? Auto's zijn schoner geworden. Ja. Vroeger had je echt stinkauto's, hoor. Dat, ja. Want tegenwoordig ruik je ze niet eens meer. Je ruikt ze niet eens meer. Dat is volgens mij het even. Alles is zo'n stuk schoner geworden. Dus ja, ik snap niet wat er bedoeld wordt met. Ja, je ziet wel eens wat vuil op straat liggen of zo. Maar ik heb niet het idee dat de lucht is schoner geworden. Het water is schoner geworden. Het was vroeger allemaal veel erger. Vroeger had je natuurlijk lood in de benzine zitten. Alleen dat al. Maar ja, goed, de andere plek in de wereld is natuurlijk hartstikke nog wat viezer. En dan moeten wij dus nog schoner worden, omdat dat andere land... ja, omdat ze in China verbranden ze 1 miljoen ton kolen per dag. En er komen nog kolencentrales bij, hè? Ja, anders dat ze geen kolen meer hebben. En hoeveel is dat dan in Nederland per jaar, Peter? Weet je dat ook of niet? Hoeveel kolen in Nederland per jaar wordt gebruikt? Ja, omdat jij zegt 1 miljoen, maar dan denk ik, ja, hoeveel is dat dan in verhouding met wat wij hier er doorheen stoken? Ik weet niet of er in Nederland nog kolencentrales zijn. Zijn er in Nederland nog kolencentrales? Er zijn nog wel, maar die moeten wel allemaal sluiten binnenkort. Mm. Maar dat is ook weer zoiets, hè? Ik bedoel, in China is heel veel productie, omdat al onze productie wordt hier weggepest. Gaat allemaal naar Azië toe. Weet je wel? Ja, en daar komt dan een enorme hoeveelheid extra kolencentrales bij om al die productie aan te kunnen. Maar dan kunnen we zeggen dat we hier heel goed bezig zijn. Ja, en dan met de vinger naar China wijzen. Ja, China die heeft dan zo deze dikke vinger. Want die heeft zoiets, wij hebben jullie bij de ballen, want al jullie productie zit hier. Ja, China is aangesteld als ontwikkelingsland in het klimaatakkoord van Parijs. En die hebben dus tot 2030... zijn ze uitgesloten van alle regels die Nederland wel moet volgen. Ja. En alle rest van de wereld. Heeft China samen met, volgens mij, ja, ik weet het niet. Maar ik weet India. Zeker dat China, er zit nog een land bij. En die hoeven dus niet zich nog aan die regels te houden. Dus dan kun je inderdaad alles gewoon naar China verhuizen. En nog 10 jaar het draaien. En die hebben ons bij de ballen, dus ja. Wat hebben jullie opmerkingen? Oké. Okay. Ja, ik denk vind ik wel interessant dat je ziet hoe vloeibaar dit is. Want ik denk dat er wel heel mooi geblaad wordt nou van internationale verdragen. We hebben dit beloofd, dan moeten we nakomen. We gaan alle de boeren de nek omdraaien. En we gaan de energievoorziening de nek omdraaien. En dan komt er al zoiets van, energieprijzen gaan maal 6 en dan zie je al zij weten wel door, we hebben wel door dat dat heel snel kan escaleren. Dat Rutte en Trawant alleen getolereerd worden, omdat de energieprijs nog niet verveelvoudigd is. Maar als het opeens maal 6 gaat, dan staat binnen no time het hele Malieveld vol. En ik weet niet waar het protest dan direct over gaat. Maar daar wordt wel een excuus voor gevonden. En dat zag je eigenlijk al in Frankrijk gebeuren. Toen de dieselprijzen omhoog gingen. En de taxichauffeurs dus met die gele hesjes begonnen. Daar kan je niet te veel mee klooien. Als dat omhoog gaat, dan is het, dan ben je snel verdwenen. En de voedselprijzen ook. Dus ik denk dat... In China zag je dat ook gebeuren. Die wilden geen Australische kolen importeren. Want ze hebben een ruzie met Australië over, weet ik veel, nucleaire onderzeeërs of zo. Of was dat weer, was er weer iets mee. Mm-hmm. En of Taiwan. En toen gingen de elektriciteitscentrales, die kwamen zonder kolen te zitten in China. En dan zie je gewoon dat ze dan, we kopen toch maar weer Australische kolen. Mm-hmm. Want in feite kunnen ze gewoon niet zonder. En
ik denk dat alle principes buigen uiteindelijk. Als er echt de kou, als mensen echt in de kou gaan zitten, dan verdwijnen die principes heel snel. Alleen het probleem is altijd dat het heel lang duurt om weet ik veel, een pijplijn naar Rusland aan te leggen. En ja, als je daar pas mee begint. En je ziet dat ze dat heel lang uitgesteld hebben. Ook met een hele lage voorraden aan gas. En die, eigenlijk die Nord Stream 2 die komt pas heel laat online. Dus het is, ja, het is te lang uitgesteld, denk ik. Ja. Ja, maar... Oh, het staat hier al achter ons, ja. Volgende berichtje ligt ook alweer klaar. Senator Cruz. Even kijken hoor. Oh, ja. De vluchten die allemaal gecanceld zijn. Daar zegt hij over... Biden's illegal vax mandates at work. Ja, daar gebeuren wel hele rare dingen nou inderdaad. Er zijn meer dan 1000 vluchten gecanceld. En de vakbonden en de luchtvaartmaatschappij zeggen... Nee, het heeft niks met die vax mandates te maken. Dat de piloten ontslagen worden als ze niet gevaccineerd zijn. Het had met het weer te maken. Maar het rare is dat die andere luchtvaartmaatschappijen hadden niks... die hadden geen last van dat weer, zeg maar. Die zaten in dezelfde regio te vliegen. Maar kennelijk was het weer alleen een probleem voor één luchtvaartmaatschappij. Maar er rommelt er wel wat, maar het wordt allemaal onder het tapijt geschoven. En ik denk dat hetzelfde geval is met die 100.000 chauffeurs die missen in Groot-Brittannië. Wordt er om gelachen van, dat komt door Brexit, hebben ze geen Oost-Europese chauffeurs meer. Ik denk dat het gewoon komt van, ja, die chauffeurs die moeten gelijk ingeënt worden, want die reizen het hele land door. Er zijn sommigen die zeggen, ja, bekijk het maar, dan hou ik ermee op. En dan heb je opeens 100.000 chauffeurs tekort. En volgens mij is dat de hele eieren eten van al die supply chain problemen. Er was toch ook nog zo'n, hoe heet dat? Zo'n video ging er viral van een... van zo'n piloot die... Met een Getson flag uit zijn raam hangen. Ja, die had je. En eentje die zei ook nog van... die had al 14 jaar staat van dienst. Mm-hmm. En, ik ben het weer even kwijt. Maar die had ook commentaar erop, zeg maar. Hè? Die wilde zich ook niet laten vaccineren. Ja, je ziet hier om iemand in het bericht die post. Here's a map of the disruptive weather quotes over the past 24 hours. Might want to circle back on your info. Dus ja, je ziet die map dat er helemaal geen disruptive weather was. En dat, ja, ze zijn gewoon keihard aan het liegen nou over allerlei verklaringen. Het is een hele rare situatie dat er gewoon zo keihard gelogen wordt. Het is inderdaad, het wordt steeds doorzichtiger dat het gewoon, ja, dit is de reden, zeggen ze dan. Ze geven een bepaalde reden op en het wordt steeds doorzichtiger dat het de reden gewoon niet is. Dat het gewoon inderdaad een leuk zoethoudertje, een leuke uitleg voor de bühne, maar... Ja, maar je moet toch wel heel blind zijn, wil je dat nog steeds allemaal blijven geloven, al die verhalen, want... Het kraakt natuurlijk de Matrix glitst er een end op los dat het niet normaal meer is. Hoe moet je nou denken van, ja, ze zeggen, dat komt door het slechte weer. Dat, ja, je kan gewoon naar het weer kijken. Dat moet je echt dan niet gaan doen om te concluderen van, dat is een bogus verklaring. Dat is het in ieder geval niet. Dus ze staan gewoon tegen mij te liegen. En als ze nu tegen mij liegen, dan liegen ze over een heleboel andere dingen waarschijnlijk ook nog. Joe Biden die geeft natuurlijk wel om de, de leidende kunstenaar, want er ging, even kijken hoor, wat ging er naartoe? 500k, dat is een 500.000, naar een art gallery, waar Hunter Biden, die familie zijn, die ontvingt die 500.000 voor zijn twee, als een COVID relief fund voor zijn twee employees daar. Hunter Biden, de zoon van Joe Biden, die schildert, hè? Ja, die krijgt nu zijn steekpenningen via zijn kunstverkoop, krijgt hij. Hij schildert ook sinds kort, hè? Dat is om die hele COVID-affaire te... En er wordt gelijk enorm, schilderen. Wordt enorm goed verkocht, hè? Je vraagt je ook af wie dat dan koopt. Het zijn waarschijnlijk mensen uit de Oekraïne of zo.
De Oekraïne kwam ook zat bovenaan in die Paradise Papers. Hè? Dat heb ik gemist trouwens, die Paradise Papers heb ik niet. Waar gaat het over? Ja, dat is weer zo'n belasting, net zoals Panama Papers, zo'n lek over belastingeilanden, of belastingontduikende constructies. En was natuurlijk ook weer een of andere politicus in Polen die zei, we moeten onze vloottrappen afsturen. Dus die wil met die vloot fysiek naar die eilanden toe. Maar ja, het is gewoon Tony Blair die daar zijn geld heeft gestald. Dus je hoeft helemaal niet naar de Seychelles toe te gaan per se. Maar in ieder geval, het is dus de grote vraag, Hunter Biden, van wie krijgt hij, wie koopt zijn kunstwerken en wat moet hij daarvoor terug doen? Besides being the president's son, Hunter Biden also creates art. Dus gewoon, 10% voor de big guy, hè? En dan, en die gallery die wordt er dus ook voor beloond waar dat verkocht wordt. Zodat iedereen netjes zijn mond houdt. Dat is natuurlijk duidelijk dat. Ja. Allemaal toch omdat ze zo om kunst en cultuur geven. Biden heeft 5 kunstwerken verkocht voor 75.000 per stuk. Ze moderne abstracte kunst. Tot verf tegen doek. Inderdaad, ja. Ja. Het is getiteld Het brein van mijn vader. Serieus? Of, Nee. Ja, goed. GGD vraagt. We kunnen wel even zoeken naar een. Kunnen we even doen? Even zoeken naar een kunstwerk van Joe Biden. Die heeft vast wel wat staan. Joe Biden ook kunstwerk? Nee, sorry, Hunter Biden. Even kijken hoor, Art Hunter Biden. We zoeken het live even op. Ik wil weten hoe het staat hier, er staat er een plaatje bij van zijn kunstwerk in het artikel. Oké. Ja, twee zelfs. Oké, ik krijg dit hier als search result. Dit onder andere. Kijk hoor. Dat is Joe Biden on asset. Maar dit is zijn laatste kunstwerk hier. Oh shit. Hunter Biden. Hè? Oh, Hunter, ja, ik zeg het, sorry. Oké, hier Hunter Biden on asset. Met zijn kunstwerk op de achtergrond. Zie je met de crackpipe en dan. Het is gewoon een joint. En nou kutwerk. Wat? Kunst. Kunstwerk. Ja, jij wil het gewoon anders horen. Op deze is wel grappig. Dit is LSD hoor, dit. Hier zie je hem. De trotse artist. Kunstenaar heeft zijn leven gewijzigd. Nou ja, weet je, dat is het hele probleem met. Eigenlijk, dit is onverdiend geld. En dat is ook het rare bij die WeWork gasten. Die had wel een stelletje. Zij was ook heel spiritueel en allemaal bezig met het wereld verbeteren en zo. En ze had totaal geen idee dat ze mensen ontzettend kloten behandelden. En dan had ze vaak het idee van staf om zich heen dat die onverdiend geld kregen. Dat ze vroegen om loonsverhoging terwijl ze dat eigenlijk niet verdiend hadden. En uiteindelijk gingen zij met, ik geloof, $180 miljoen gingen ze er vandoor om maar te verdwijnen bij dat bedrijf. Dus ze werden afgekocht met van, nou, hier heb je 180 miljoen en dan je bek houden. Dus eigenlijk zaten zij gewoon vol op in het onverdiende geld. En ik denk dat dat met Hunter Biden ook een probleem is. Dat als jij weet dat je het geld niet verdiend hebt, dan voelt het gewoon heel shit aan. En het is ook zo dat, in het boek vertelde hij bijvoorbeeld dat die vent die deed de deur open, want hij kreeg, er werd iets bezorgd bij hem, een of andere subpoena of zo. En dat was iemand die heel erg leek op deze oude CEO, maar die beweerde dat hij dat niet was. Zij schaamde zich gewoon voor zichzelf te zijn. Dat was ook heel erg negatief in de media gekomen. En ze hadden dat ook niet door. Zijn vrouw vroeg zich af, waarom zijn mensen zo negatief over ons? Ik snap het niet. We willen alleen maar de wereld verbeteren. Een ontzettende berg geld er doorheen gejast en ontzettend hypocriet. Dus ja, het is heel apart dat je dat gewoon niet kan hebben. Dat vond ik heel frappant aan het boeken. Ik denk zelf ook dat Hunter Biden daar ook nooit een dag in zijn leven over nagedacht heeft waar überhaupt wat geld vandaan komt. Of,
Of dat er überhaupt mensen zijn die ervoor werken. Ik bedoel, hij loopt zich wel, ja, want hij heeft wel zo'n idee van ik wil de wereld verbeteren. Want hij wil een vakbond voor prostituees. Hè? Die vrouwen die hij altijd neukt. Ja, waarom hebben jullie geen vakbond, weet je wel? Ja. Op zijn manier wil hij wel de wereld verbeteren, denk ik. Maar, het geeft een enorme disconnect zit er gewoon tussen de realiteit en de ideeën die ze hebben. En dat mensen kunnen dat, vooral bij de liberals, kunnen dat ontzettend goed handhaven. Zonder dat ze ook maar enigszins doorhebben dat ze zelf het tegendeel zijn van waar ze tegen strijden eigenlijk, waar ze voor strijden. Dus, het is heel, ik vind het heel frappant dat je zo disconnect kan zijn, zeg maar. Ja, hij is gewoon een zoontje van een senator, ja. Alles wordt met een gouden paplepel door de strot gedouwd. Maar er zijn mensen die zullen zeggen van, nou, dat is helemaal, lijkt mij helemaal ideaal. Uh-huh. En toch, kijk eens naar Hunter, je zit helemaal onder de drugs en hij is toch niet gelukkig. Ja, misschien op zijn manier is hij wel gelukkig hoor, dat kan ook. Ja, dan zit je niet je hele lichaam naar de vernieling te helpen, lijkt me. Goed, ja. Nou ja, ja, ieder heeft zo zijn... Hij heeft het glas. Maar in ieder geval de GGD, die vraagt... die vraagt de pieten... niet te strooien met pepernoten, maar te zwaaien met pepernoten. Ja. Ik zou gewoon die hele Sinterklaas, ik zou alles virtueel gewoon maken. En dan kunnen die kinderen gewoon binnen. Dan hoeven ze ook niet de gevaarlijke buitenlucht op te zoeken. Dan geef je ze allemaal zo'n virtual reality bril. En dan gewoon heel de dag. En een face mask. Ik heb een idee. Ja. Waarom gaan we gewoon niet met elkaar afspreken dat we die kinderen gewoon gaan uitleggen. Dat er geen Sinterklaas bestaat en geen Zwarte Piet. Dat dit gewoon mensen zijn, volwassen mensen zijn. Die even een dag in het jaar een beetje als kind willen rondhuppelen. Een beetje verkleed en gek willen doen. Ja, dan weten we in ieder geval waar het over gaat. Dan hebben we ook geen boze Black Lives Matter mensen of zo, weet je wel. Die heb je ook. En die cadeautjes dan. Maar dit is het overigens vanwege de COVID is dit. Hè? Dat moet er even bij gezegd worden. Want natuurlijk Sinterklaas en Zwarte Piet waren altijd een opspraak vanwege Zwarte Piet en racisme en zo. Maar dat gaat ook naadloos over in. Nu is die weer. Is het vanwege corona. Is het de story van gegraai in zakken en uitdelen van snoep via de handen. Zorgt ervoor dat je sneller in contact komt met het virus en dus corona kan krijgen. Dus ik denk dat die Zwarte Piet volgend jaar, mijn voorspelling... Die hebben toch handschoentjes aan? Ja, maar... Ja, dat, als je steeds maar... dan raken die handschoentjes vuil aan de buitenkant natuurlijk. En dan pak je daar die snoep mee en dan strooi je het rond. Nee, ik denk dat volgend jaar... is er weer een bezwaar tegen Sinterklaas en Zwarte Piet. En dan is het waarschijnlijk... vanwege... klimaatverandering. Het werkelijke probleem met Sinterklaas is gewoon dat die kleine kinderen allemaal voorgelogen worden. Stoomboot geeft te veel CO2 af. Ja. Maar het werkelijke probleem is nog steeds dat kinderen voorgelogen worden. Met dat er een of andere opperwezen is die over goed en kwaad gaat. En dat ziet niemand, weet je wel. Oh, tenminste, vrij weinig mensen zien dat probleem. Toch? Nou, het is een goed punt wat je maakt. Ja. De rest is allemaal bijzaak, dat er mensen zwart geschminkt worden. Ja, so what? Ja. Maar als we dat dan afschaffen, joh, wat doen we dan met die cadeautjes? Schaffen we ook af, want die supply chain uit China, die komt toch stil te liggen? Ja, als mensen elkaar cadeautjes willen geven, doe dat gewoon, joh. Je kan ook een appel inpakken en je kan ook een appel cadeau geven aan iemand. Ja. Dat doe ik niet per se. Je kan altijd cadeaus geven, ik bedoel... Je kan ook gewoon een cadeau geven zonder reden. Ja. Je kan ook gewoon naar iemand toe gaan, naar je kind toe gaan. En ik zeg, joh kind, ik hou zoveel van je. Ja, sorry dat we altijd te weinig tijd hebben om met je om te gaan. Want ja, we hebben alle twee een baan. Want dat moet, anders kunnen de belastingen en de huur en alles niet meer betalen. Dus om dit af van ons af te kopen, hebben we hier een cadeau. Wees nou blij, hou je mond, niet zeuren. Doei. Ja.
Ben je ook eerlijk? Ja. Voor iedereen aan wie je een hekel hebt, maak je dan elke keer een gedichtje. En dan zet je alles in wat vervelend is. Ja, het is gewoon afkopen van dat je geen tijd meer hebt om met je kind om te gaan. Omdat je alle twee een baan hebt en druk leven. Nou, we gaan het zien of de pieten gehoorzamen aan de GGD. Ik begreep wel dat de horeca maar één of drie mensen wordt gecontroleerd op de coronapas. Dus ik verwacht dat ze wel een probleem gaan krijgen met naleving. Ook als ze dan zeggen van ja, geen vuurwerk meer in Amsterdam dit najaar. Ze gaan gewoon steeds ongeloofwaardige dingen proberen te enforcen. En die politie die heeft natuurlijk ook iets van ja, we gaan een beetje... De politie doet helemaal niks, want die laat het allemaal over aan de BOA's, hè? Ja. Ja, maar de BOA's die hebben natuurlijk ook geen zin om stel Marokkanen die vuurwerk staan af te steken te lijf te gaan, om te gaan beboeten of zo. Nee, ik denk dat makkelijke targets zoeken ze op. Ja, dus ik denk dat... Maar dit zijn wel al dat tekort wat je nou hebt in de horeca. Ja, dat ze werkt nou allemaal met een als een BOA. Of er werkt op zo'n teststraat, weet je wel. Bij catering en de horeca, daar heb je nou allemaal een tekort aan mensen. Ja. Maar ik heb het idee dat de overheid altijd probeert geloofwaardig te blijven. Dus als zij zeggen, ja, de anderhalve meter, jullie moeten anderhalve meter afstand houden en niemand doet het, dan verliezen zij aan geloofwaardigheid. Dat hun hun straffen en hun machtsapparaat niet sterk genoeg is. Daarom schaffen ze, dat is volgens mij de reden dat ze dat afschaffen. Je zag het ook bijvoorbeeld, ik las dat die Khan, die Pakistan, die Nederlandse atoomgeheimen gestolen heeft en daar Pakistan een kernbom van gegeven heeft. Die was overleden. En er stond erbij, ja, hij was bij verstek, was hij veroordeeld door de rechtbank in Amsterdam voor spionage of zo. Maar later was hij vanwege vormfout vrijgesproken. Ik denk dat was omdat, ja, die man was in Pakistan een held. Dus die hadden geen enkele kans, die rechtbank in Amsterdam, dat ze hem uitgeleverd zouden krijgen vanwege die spionage. Wat er natuurlijk toe leidt dat ze totaal impotent lijken als zij zeggen van, ja, hij is veroordeeld voor spionage en dan gebeurt er helemaal niks. Dus dan hebben ze liever dat ze zeggen, nou, oh ja, er is een domme vormfout in. Nou ja, stom van ons hoor. Nou, dat geldt niet. Want dan is het, tenminste is de realiteit in overeenstemming met hun vonnis. En dan dat ze iets doms gedaan hebben, dat willen ze wel, dat accepteren ze wel. Maar onmachtig zijn, dat kunnen ze volgens mij niet hebben. En als jij allerlei gekke wetten gaat doen, van je mag geen vuurwerk afsteken in Amsterdam en de Sinterklaas mag niet met kruidnoten strooien en volgend jaar mag hij niet met een stoomboot aankomen, dan denk ik dat je gewoon over je af gaat roepen dat je ongeloofwaardig wordt. Ja. Overigens zeg Flabbergast nog over waar we net over hadden. Kinderen zijn één grote bron van bacteriën. Ja, dat... Daar heeft u wel een punt in. Dus wie probeer je nou te beschermen? Ik bedoel... Zwarte Piet waarschijnlijk dan. Nee, die gooit met die pepernoot. Ja, de kinderen die zitten de hele dag in een zandbak... Wat sowieso al vol zit met rollen van al die honden. En ja... Het slaat inderdaad ook nergens op. Ik ben bang dat er misschien een volwassene het opraapt of zo, dat pepernootje. Ja, goed. We gaan nog even naar Wuhan toe. Want kennen jullie Peter... Hoe spreek je dit uit? Daszak. Peter Daszak. Peter de Zak. Peter Daszak. Ja, die is al bekend. Dat was de grote doofpotman tijdens die hele Chinezen had geholpen om een coronavirus te ontwikkelen. Uit die bed. Ja, die was een paar keer betrapt op liegen. En hij stond ook in de e-mails met Fauci, met de voorjaar request. En ontstaat er toch wat protest tegen deze man. En ze roepen op dat hij maar eens ontslag moet nemen. Vraag is, gaat hij dat doen?
Ja, ik weet niet of dat gebruikelijk is, hoe dat gaat in die wereld. Hij had ook nog wat doekoe gekregen natuurlijk, hè? Ja, het is altijd apart als Newsweek zegt van, er zijn oproepen dat hij ontslag neemt. Er zijn natuurlijk altijd oproepen dat iemand ontslag neemt zoals dat, maar kennelijk Newsweek heeft het nou de neiging om dit te gaan noemen. Ja, het valt natuurlijk niet samen met Fauci, die volgens mij nog heel goed in het zadel zit, maar... sommige dingen kun je gewoon niet in het doofpot meer houden, dus ja. Ja, misschien gaan ze deze vent offeren of zo. Dat hij gewoon, dan offeren die Peter Daszak maar op. En dan moet je je bek houden over Fauci. Ja, zoiets. Net als die gozer in Nederland met zijn mondkapjes. Die toen helemaal onderuit gehaald werd door iedereen. Ja. Wie was dat? Ja, die Wiers. God. Hoe heet die nou, joh? Wie is zo'n vieze naam. Die CDA die handelde in mondkapjes, ja. Als je die naam zo zegt, dan denk ik aan Wiebe Wiersma. Is dat zeg ik dan? Nee, ja, in ieder geval zo'n Friese naam. Ik ben hem even weer kwijt. Oh. Ik weet hem ook niet namelijk, maar oké. Okay. Zo'n Friese naam had hij. Die moest ook even geslachtoffer te worden. Ja, maar of hij nou zo mee zit, ik bedoel, ja. Vast niet. Nou, hij heeft zijn centen weer weggegeven uiteindelijk, toch? Dus, Siewert van Linden. Siewert was het. Ja, maar dat gaat in een constructie en dat vloeit weer linksom of rechtsom weer terug in zijn zak, hoor. Ja, dus, liefdadigheid van zijn vrouwen. Zoiets, ja. Dus ja, even voor de geheim moeten kijken hoe die geldstromen lopen. Dus, ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat men het feit dat überhaupt die Wuhan-story gedraaid is, zeg maar, dat ze eerst zeiden van fake news, fact check, vals, en alle fact checkers van PolitiFact die zeiden van klopt niks van, het is natuurlijk ontstaan, dat kan je zo zien. De scientific papers waren er ook, hè, peer-reviewed scientific papers, dat het absoluut niet kon komen van een kunstmatig in een laboratorium, het was hartstikke natuurlijk ontstaan, en dan opeens moeten ze die draai maken. En dat is natuurlijk een beetje een 1984-achtige draai. In the middle of the speech. Hupsakee, gaan we de andere kant op. Maar dat geeft denk ik toch aan. Ze willen volgens mij wel escaleren met China. Ze willen China denk ik nog steeds hier de schuld van geven. En zeggen van hoor eens. Wij hebben $6 triljoen verloren door jullie virus. En dat gaan jullie betalen. En als je niet betaalt, dan trekken wij het gewoon van die staatsobligaties af die jullie bezitten. Nou, wat ik denk is dat aan het eind van de rit dan... er komt eenmaal alles naar buiten. Dan zie je ook de rol van de farmaceutische industrie. En dan moeten ze een boete betalen. En dan vloeit er weer een paar miljard in de zakken van de overheden. Ja, denk je? Ja, de vorige keer zijn ze toch ook allemaal betrapt. En ja, maar ze willen ook wat met China. Miljard. Ja, oké. Okay. Er zit ook China te escaleren. Ja, maar die zit toch ook in het complot? Ik bedoel, als de rol van China naar buiten komt, komt ook de rol van Amerika naar buiten. Ja, maar ze hebben natuurlijk allemaal een zondebok nodig straks. Want het hele financiële systeem ploft overal. En niks is beter dan een oorlog als manier om de zaak onder het tapijt te schuiven, zeg maar. Maar dan ga je niet oorlog voeren met de jongen die jou bij de ballen heeft en die een leger heeft van 1 miljard. Ja, maar dat betreft, 1 miljard soldaten. Turkije heeft ook een enorm groot leger met soldaten, maar daar win je toch tegenwoordig een oorlog niet mee. Nee, maar... Technologie, dat win je een oorlog mee. Dat zijn, ja, precies. Ja, wie heeft de technologie inmiddels? Niet met voedsoldaten. Nee, maar China heeft toch ook de technologie? Die maakt alles shit. Ja, maar militaire shit hebben ze denk ik nog niet zo, maar dat gaat wel komen. De vraag is natuurlijk wel. Binnenkort hebben ze Taiwan, dus dat is ook alle chips. Ja, als dat gebeurt, dat is natuurlijk een enorm probleem voor Amerika dan. Dan kan je gewoon heel Apple wel oprollen ook en Broadcom enzovoort. Ja. Dus, ja. Maar laten we nog even gaan naar onze lokale problemen. De Vlaamse horeca, die is hartstikke blij natuurlijk met die wetgeving. Zullen ze ervoor gelobbyd hebben?
Ja, het is wel leuk inderdaad dat je... Allee, nou, je kan ik had dus... geen QR-code doen, hè. En, nee, weet ik veel. Ah, ja, zouden... Ik denk dat je dus in Nederland ook nog aardig uit de voeten kan bij aardig wat plaatsen. Ik heb nog niet geprobeerd of waar je allemaal binnen kan, maar kennelijk 1 op de 3 wordt gecontroleerd, dus dat is nog wel mogelijk. Maar ja, het is ook wel leuk inderdaad om naar België te gaan dan. Je hebt natuurlijk sowieso al veel Nederlanders die over de grens zijn gaan wonen, omdat je meer huis krijgt voor hetzelfde geld in België. Dus er wonen al veel Nederlanders in het grensgebied. En ja, als je dan de keuze hebt van of ik ga linksaf en ik moet een QR-code tonen, of ik ga rechtsaf en daar is de QR-code er niet. En dan kan dat inderdaad wel de doorslag geven voor je volgende horecabezoekje. Ik vind trouwens sowieso, als je in de horeca zit, ga ik altijd naar de tenten waar ze de mensen... Gewoon de bediening gewoon zonder mondkapje loopt. Je hebt hier ook 1 tent waar de bediening wel een mondkapje heeft. Nou, en, ik vind het gewoon niet gezellig om naar te kijken. Lekkere wijven, wil je toch gewoon in het gezicht kunnen kijken? Ja, nou zijn het hier meestal wel mannen die in de bediening zijn. Oké. Okay. Het zijn bijna wel mannen. Maar... dat is ook het rare. Ik lees in Nederland is een enorm tekort aan personeel in de horeca. Maar in Amerika hoor ik dat ook. Dus er is ook bijna overal een enorm personeelstekort in de horeca. Ik vraag me af of het ook weer zo'n chauffeursprobleem is. Dat mensen zeggen, ja, dan... Dat is een beetje anders. Want mensen die in de horeca werken, die doen dat vaak als een extra baantje. En die hebben dat geld dus ook meteen nodig om het uit te geven. Want dat is niet echt dat je daar je beroep echt in hebt. En als dat dan wegvalt, dan zoeken die dus heel makkelijk ook iets anders. Weet je wel, dan gaan ze in een teststraat van de GGD. GGD-spuiter. Ja, dan komen die baantjes dus wel weer terug. Maar die mensen die hebben inmiddels een ander bijbaantje. En daar hebben ze gewoon hun plezier in. En daar verdienen ze gewoon hun centen. Dus het is niet zo dat die denken van, oh, ik wil per se in de horeca mijn ding doen. Nee. Want dat vind ik zo leuk. Die willen gewoon een simpel baantje, tenminste simpel, in de horeca kan ook moeilijk zijn. Maar ik bedoel, gewoon iets om geld binnen te krijgen. En ja, ik denk dat het daarom voor de horeca wat moeilijk is om mensen weer terug te krijgen. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik ga binnenkort naar Griekenland toe. En daar schijnen die dan 3 soorten restaurants te hebben. 1, iedereen is gevaccineerd. 2, het is een mix tussen mensen die gevaccineerd zijn en mensen die een PCR-test hebben gedaan. Of zo. En 3 is dan alleen het personeel is gevaccineerd. En ik zag op die website dat ze ook deden van ja, we hebben heel dit eiland is helemaal gevaccineerd. Ze denken dat er waarschijnlijk enorm veel druk is geweest op die mensen om ze te vaccineren. Met het idee van ja, dan geven toeristen dan durven toeristen weer terug te komen. Dat is ook zo'n waanzinnig idee. Terwijl, gisteren van iemand die in Griekenland was geweest en die zei ja, alles gaat daar op zijn Grieks hoor. Dus, we zijn even gevaccineerd hoor jongens. Maar ondertussen gewoon... Ja, ze hebben daar natuurlijk wel een hele lange ervaring met de corrupte overheid. Ja. Ze weten daar beter mee om te gaan dan wij hier. Dit soort corruptie heb ik dan liever. Dan... Ja. En ze weten gewoon goed, dat zie je in de Oekraïne ook wel, ze weten hoe je daarmee om moet gaan. En in Nederland, is men daar te bang voor. Nou, ze zijn te lang beloond voor het volgen van de overheid. Ze komen er gewoon heel goed van af door elke keer maar die overheid te vertrouwen. In de afgelopen 70 jaar, als jij lekker meedoet en niet al te kritisch bent, dan heb je daar flink voordeel van. Weet je wel? Dus daardoor zijn ze gewoon geworden om het maar mee te doen. En om niet al te veel vragen. Want ja, die overheid in Nederland, die heeft het eigenlijk best goed voor elkaar. Want iedereen zijn vuilnis wordt opgehaald en de straten liggen er mooi bij. En allemaal dat soort dingen. Dus ja, daardoor hebben die mensen niet in zich, niet ontwikkeld, dat het misschien ook wel eens verkeerd kan zijn. Ja, het moet gewoon een keer goed fout gaan. En dat is eigenlijk wat er natuurlijk in Japan en Duitsland gebeurde na de Tweede Wereldoorlog. Dat die overheid zijn geloofwaardigheid verloor. En daardoor kreeg de vrijheid meer kans. En daarom deed die economie het daar zo goed.
En in die landen zoals Australië, die de Tweede Wereldoorlog al gewonnen hebben in de VS, daar zie je juist een enorme compliance. Want onze overheid, dat zijn gewoon de antifascisten, die kunnen niks fout doen. Die komen altijd reddende hand toesteken als een land verkeerde kant op dreigt te gaan, zoals Afghanistan. En ja, dat is. Ik denk dat wordt natuurlijk uitgebuit tot het op een gegeven moment escaleert. Dat juist al die Five Eye-landen, dat die helemaal de fout ingaan dan de volgende keer. Want daar krijgt de overheid te veel een carte blanche. Wat voor eilanden zei je op het einde, Peter? Want dat miste ik. Five Eyes. De Five Eyes, dat zijn Australië, Amerika, UK, Canada, Nieuw-Zeeland of zo. Die wisselen informatie uit op veiligheidsdienstengebied. Dus die zitten. Dus die vinden zichzelf de goede landen, zeg maar. Ja, ik heb wel gehoord dat die samenwerken, ja. Die spioneren op elkaars onderdanen, zeg maar. Je mag schandalig als je overheid op je eigen onderdanen gaat spioneren. En dan kan je gewoon op iemand anders onderdanen en dan wissel je informatie uit. En dan is het allemaal weer okidoki. Ja. Zo'n Australiër als Sans zo makkelijk. Ja, je kan ook nog hier naar Nederland, of naar Lieberland komen. Want hier ik had het al een keer gezegd vandaag, maar je kan hier lekker naar de bioscoop zonder vaccin. Het is hartstikke druk. Mensen hebben allemaal zin om de film te zien. Zijn niet bang voor corona's. Waarom zouden we dat doen als we ook naar Urk kunnen gaan? Ja, Urk is ook. Volgende artikel, want die had. Vrijstaat, de Urk Vrijstaat. Ja, die had zoiets van: wat in Vlaanderen ook kan, dat kan in Urk ook. Urkland. En in Urk was al een jaar geleden groepsimmuniteit. Hè? Het aantal cases was gewoon heel laag. Ja, dat is ook weer zo'n verhaal. Mensen zijn ook. Mijn zus die kwam laatst bij iemand binnenzetten. De eerste wat ze zei toen de deur open: het aantal cases loopt weer op. Het aantal cases loopt weer op. En dan lees ik zo berichtje van, sinds 2 weken loopt het aantal cases weer op in Nederland. Ja, wat is er 2 weken geleden gebeurd? Oh ja, toen moest iedereen zich laten gaan testen om een café en een restaurant in te mogen, of een bioscoop enzovoort. Dus mensen zijn zich wel veel meer gaan testen, omdat weer de versoepelingen. En gaat het aantal cases natuurlijk omhoog, omdat er meer getest wordt. Maar procentueel gezien is het natuurlijk niks aan de hand. Maar ja, het is zo makkelijk liegen met statistiek. Dus iedereen weer in de paniek omdat het aantal cases oploopt. Nou, wat ik wel merkte, ja, ik zei het voor de uitzending nog, van een vriend van mij die na 1,5 jaar thuis gewerkt te hebben, kwam die voor het eerst weer op zijn kantoor. Net als de rest van zijn collega's, zagen ze elkaar weer. En huppa, de week erop, iedereen ziek. Dus inderdaad allemaal niet lekker en noem maar op. En bij vrijwel iedereen gevaccineerd, hè? Dat helpt ook niet veel. Maar je weet wat, ik zag er net nog zo'n argument voorbij komen op Facebook. En er stond iemand die zei: mijn man en ik beiden de vaccinatie gehad. Helaas toch corona gekregen en flink ziek geweest. Was nog spannend om eventuele opname ziekenhuis. Gelukkig niet zo ver gekomen. De bewering gevaccineerd, minder klachten, klopt echt niet. Kampen nu al na 6 weken met vermoeidheid, reuk en smaakverlies. De vraag is nu of je het krijgt, maar wanneer. Dus de vraag is niet, denk ik, of je het krijgt, maar wanneer. Er staat er iemand onder die antwoordt dan: gelukkig zijn jullie gevaccineerd, anders was het misschien nog wel veel erger geweest voor jullie. Ja, zei ook van, ja, dat is net zoiets als dat je bidt 3 keer tot Wodan voor je veiligheid. En dan kom je onder een auto en je verliest een been. En dan zeg je, nou, bidden werkt wel tot Wodan. Want als ik niet tot Wodan had geweten, dan had ik misschien wel dood geweest nu. Ja, dat is hetzelfde wat Paul Krugman altijd zegt. Hè? Dan komt er een economische crisis. Dan moet ontzettend veel geld drukken. Anders gaat de werkloosheid omhoog. Nou, drukken ze ontzettend veel geld. Gaat de werkloosheid alsnog omhoog? Nou, hadden we eigenlijk nog meer moeten drukken. Want kun je nagaan, het was dus erger dan we dachten eigenlijk. En als we geen geld hadden gedrukt, was het nog verder omhoog gelopen. Ja, dan kan je echt met alternatieve timeline verhalen kan je natuurlijk alles recht praten. Ja, ik zeg eens van Bert en Ernie met de banaan in het oor.
Ja, die tegen de tijgers hielp of zo, wat was dat? Of nee? Ja, ja. Of, nee, dat was de Simpsons. Dat was Lisa, die had zo'n steen. En die zei, deze steen die beschermt je tegen tijgers. En zegt Bart zo van, hoezo, ik zie helemaal geen tijgers. Nou, zie je wel dat die werkt. Oh, jullie willen kopen die steen. Ja, met die banaan in het oor bij Bert en Ernie. En dat helpt tegen de krokodillen. Ja, ja. Ja, ja. Zijn geen krokodillen, zie je wel dat helpt, ja. We hadden het over de burgemeester in Urk. Ja, goed, ja, het is, hij gaat in ieder geval niet controleren op de naleving. En hij zegt daarbij van, ja, bijna niemand is gevaccineerd. Dus ja, waarom zouden we? Dus, ja, nou ja, leuk. Ga naar Urk toe, mensen. Ja, Urk is dichterbij. De burgemeester die zoiets kan verzinnen. Ja, maar volgens mij is België toch dichterbij voor mij dan Urk. Ja? We moeten kijken. Hangt er wel af waar je naartoe gaat in België? Ja, naar Antwerpen was het, geloof ik, hè? Ja. Volgens mij is Urk dichterbij, hoor. Of, tenminste, jij woont in Houten. Of het is allebei even verder, kan ook nog natuurlijk. Maar ja, als je uit wil gaan, waar wil je liever naartoe? Naar Antwerpen of naar Urk? Volgens mij kun je daar wel lekker vis eten, maar goed. Dat zien dat ik dan toch wel even... ja, eigenlijk alle twee wel ondersteunen. Ja, ja. Nee, goed, ja. Er kwam volgens mij nog wat binnen op de chat, zag ik. Oh ja, ik zit maar weer half op te letten vandaag, jongens. Oh, jongen. Maar in ieder geval, ja, het kan natuurlijk ook anders hier in Noord-Territory. Ik heb hier Gitana Gold zegt nog, Urk, supergezellig, 5 minuten rijden vanaf mijn plekje. Okay, ja, Gitana is vijf minuten van Urk. Okay. Kijk, dat... Was het misschien Noordoostpolder of zo? Ik weet niet, wat dat is 5 minuten van Urk? Ja, dat staat er niet bij, maar... Zwollywood. Nee, hij is verder dan 5 minuten, denk ik, hè? Maar in ieder geval Northern Territory, dat ligt denk ik in Australië. Daar even kijken hoor, dan moeten werknemers allemaal gevaccineerd zijn of anders krijg je een boete van $5000. Ja, dat vind ik wel een rare uitleg, want hoe kun je dan een boete van 5000 als je erover liegt of zo? Dat je zegt, ja, ik heb het wel en dan blijkt het niet te zijn. Ja, goed, als je gepakt wordt, zeg maar. Tja. Ja, ik vind het nogal wat hoor, want het is eigenlijk gewoon nog een experiment, hè. Dus ik snap echt niet hoe ze dit voor elkaar krijgen, dat mensen dit dus gewoon pikken, dat dit allemaal gedaan wordt, zomaar. Ze zijn allemaal ontwapend. Ja, bij ons ook op het werk was laatst, in Amerika was het nou, 4 oktober was de cut-off date. Als je daarvoor niet gevaccineerd werd, was je ontslagen, want het was kiezen tussen vaccination of een ander woord dat op nation eindigt. Termination. Oh. En er wordt gewoon heel makkelijk over de avond. Oh ja, oké, dus er worden een hele hoop collega's uitgeknikkerd die het vaccin niet nemen. Oké. Okay. Ja, en ze komen er wel mee weg op het moment. Het kan allemaal gewoon doorgang vinden. En dus ook hier in Australië. Ja, maar goed, ze zijn daar natuurlijk allemaal ontwapend, hè? Dus ja, wat kunnen ze? Niks. Ja, e-hulders gebruiken. Wij zijn natuurlijk ook ontwapend. Ja, ik begreep dat er wel een Australische politieman of zo, die had gewoon ontslag genomen. Die vond het maar niks om de tyrannie te enforcen. Hm. Ik heb het even opgezocht. Zullen we even ver Antwerpen? En Antwerpen is toch 10 minuten verder. Oké. Okay. Ja, dat telt er maar een half uur voor, want eer dat je bij Antwerpen direct bent, sta je zo lang stil, dat is zo moeilijk daar. Iedereen wil naar Antwerpen natuurlijk, hè? Nou, niemand naar Urk, dus je kan toch beter naar Urk gaan, zeg je. Ja, dan word je sneller geworden. Ze hebben daar ook altijd wel een weg open liggen, waar iedereen overheen moet. Dus kan je weer omrijden en zo. Volgens mij is de coke daar goedkoper, dus... nee, Antwerpen komt het ook binnen natuurlijk, hè? Je volgt gewoon Hugo de Jonge en dan kom je vanzelf bij de goedkoopste kook terecht.
Maar even kijken hoor. Komen maatregelen terug bij grote griepuitbraak? Kan nog zijn om ziekenhuizen te belasten. Ja. Ja, dus de vraag wordt gesteld of er weer maatregelen genomen moeten worden als we de griep krijgen. Als ze die vraag stellen, denk ik gewoon dat ze, dat vraagteken ja. hoort er niet. Het hoort een uitroepteken ja. te zijn. We bereiden jullie voor op het volgende. We gaan nu ook lockdowns vanwege de griep doen. We doen net alsof het een vraag is. omdat het de zorg ontlast. Het is bevel. En we gaan tegelijkertijd gaan we verpleegsters ontslaan. Die zich niet laten vaccineren. Dus het is een pandemie waarbij het medisch personeel ontslaan. De IC-capaciteit wordt nog binnen te blijven. De IC-capaciteit wordt nog kleiner, zodat wij jullie nog meer de schuld kunnen geven als het misgaat. Ja. Ja, inmiddels is toch wel gebleken volgens mij dat het merendeel van die maatregelen eigenlijk het averechts effect hebben. Dat mensen er dus juist geen baat van hebben. Dus ik vind het wel vreemd dat überhaupt de vraag gesteld wordt, zeg maar. Ja, maar het is geen vraag, het is een bevel. Ja, nog niet, hè. Nog niet. Het is allemaal vrijwillig ook, hè. Het is een proefballonnetje dit, hè. Je weet eigenlijk bijna zeker dat als ze zeggen, derde prik is vooralsnog niet nodig, dan weet je gewoon, oké, derde prik zit eraan te komen. Ja. Nou ga ik nog kijken of ik iets te eten kan vinden of iets in mijn kast heb liggen ergens. Oh jee. Zo, ik zal hem even muten voor deze keer. Ja, doe maar. Ja. Maar ze waren ook dat bericht komt nog geloof ik, zowel dat... ook nog voor influenza willen ze al die maatregelen door laten voeren. Had ik begrepen. Ja, maar ze willen hier dus ook de GGD Amsterdam en Amsterdam UMC mensen in coronastraten voortaan ook testen op de griep. Ja. En het is makkelijk, want die PCR-test die kan geen verschil zien tussen de griep en corona. Nee. Dus je kan gewoon alles hetzelfde houden, want die PCR-test die test al op de griep. Mensen met griep of verkoudheidsklachten gaan toch al naar de teststraat, zegt de Dion. Wie gaat er nou met de verkoudheid naar de teststraat? Ja, omdat hij denkt dat het corona is en het verschil niet ziet. Ja. Ja, en dan? Ja, maar als je kijkt naar wat de klachten zijn van corona, dat is bijna identiek aan influenza, weet je wel. Ja. Zelfde symptomen. Dus ja. En er wordt ook, dat is ook een nieuwe meme, minder weerstand tegen griep. Vanwege de coronamaatregelen... zij hebben nu minder weerstand. Ja, logisch, ja. Omdat onze weerstand is er tegen afgenomen, omdat we het binnen hebben gezeten. Zeg maar. Vroeger hadden we een heel goed middel om mensen bekend te maken met de griep. Dat was pepernoten strooien. Ja. Dat was een manier om groepsresistentie te krijgen. Ja, groepsimmuniteit. We gaan pepernoten strooien. Er zijn een heleboel artsen en die zeggen allemaal, het grootste risico moet nog komen met die prikjes die iedereen nu krijgt. Want nu gaan we meemaken hoe dat ze erop reageren als ze er dus mee op contact komen. Want tot op heden is het elke keer mooi weer nog geweest, of zomer. En helemaal heeft er nooit iemand griep in de zomer. Maar nou komt het dus, nou gaat het weer opzetten. En nou, wie weet hoe ziek mensen worden. Hè? Misschien die reactie die Peter net voorlas. Misschien krijgt iedereen wel super heftige reacties nu op de griep. Nou ja, je leest ook al. Ja, laatst viel mij ook al op. Een aantal mensen die prik genomen hebben. Heel snel daarna kanker kregen. En dan denk je, wat krijg je nou van dat vaccin kanker? Maar het is natuurlijk ook zo dat jouw immuunsysteem houdt ook kankercellen onder de duim. Door die te killen. Als jij zegt... beste immuuncellen, allemaal een omscholing richting een variant van COVID die niet meer bestaat inmiddels. En dan staan ze allemaal met volle geschut, staan ze te wachten op een niet bestaande COVID variant. En dan komt de kankercellen die komen, die kunnen gewoon vrolijk doortieren. Dus het zijn een heleboel van die gevallen van mensen die hebben 5 jaar kanker in remissie. En opeens komt het weer terug, nou ze die prik genomen hebben.
Er is nog zoveel onbekend over dit soort dingen. En helemaal rond de mutaties, zeg maar. Dat je als je iemand in gaat spuiten met een bepaald vaccin tegen een bepaalde variant, dat je natuurlijk ook binnen no time krijg je een andere variant dan die dominant wordt. Die hele dynamiek daarvan hebben ze nog helemaal niet door. Ze zitten daar met een vaccin te werken wat gewoon een anderhalf jaar oude variant is. Ik heb toevallig gisteren de laatste serie. Nee, dat was niet gisteren, want ik heb helemaal met mijn timing. Ik heb geen flauw idee. Maar in ieder geval deze week had ik deel 17, laatste deel van de sequel to the Fall of the Cabal. En daar gaan ze nog specifiek in op vaccins. Dat elk vaccin sowieso ook kankercellen bevat bijvoorbeeld. Of niet elk vaccin, maar dan maken ze weer een onderscheid uit. Het is een video die je misschien leuk vindt, Peter, als je nog tijd over hebt. Mm. Want Wel een categorie aluhoedje, maar... Ja, het is een behoorlijk aluhoedje, hoor. Ja, dat is wat. Het is wel mijn clownsneus. Aluminium mondkapje moet je dan opdoen. Eigenlijk is dat wel raar. Die mensen die altijd aluhoedjes schreeuwen tegen mensen met een rare theorie. Die dragen nu allemaal een mondkapje. Kun je een hele leuke meme niet over werkt, maken. Ja. Dat zei die vent in Californië ook, die zegt van, ja, die mondkapjes die werken gewoon. Dat is gewoon wetenschappelijk bewezen in The Lancet en New England Journal of Medicine. En ik zeg, ja, maar er is ook een covidcharts.quiz of covidchartsquiz.com. En daar krijg je allerlei grafieken te zien van besmettingen. En dan moet jij raden waar ze mondkapjes invoerden of vaccins of zo. En dan kan je er niet uithalen. Ja, maar dat komt omdat niemand zich eraan houdt. Ik zeg, in Californië houdt iedereen zich eraan. Dat is een enorme social shaming als je zo'n ding niet op hebt. Zelfs buiten bij het sporten en zo. Dus, maar kennelijk helpt het allemaal geen zakken. En die vaccins, Singapore, 85% gevaccineerd. Aantal cases door het dak heen. Israël natuurlijk, bekend geval. En het is heel vaak, ik zal weer een plaatje voorbij komen, een of andere plaatsje in Ierland. Hoogste percentage vaccins van heel Ierland. En dan een ander krantenbericht. Hoogste aantal besmettingen van heel Ierland. Oké, in hetzelfde plaatje. In de chat komt een hele lap tekst. Even kijken hoor. Dat is mijn video die ik had gedeeld. Oké, ja. Ja, ik wilde nog even... helemaal vergeten te zeggen aan het begin. Voor degene die nog iets hebben van... Ja, ik hoor dit dan allemaal aan en ik wil er iets tegen kunnen doen... Op, volgens mij was het zondag. Ja, zondag. Dan kun je weer gaan demonstreren in Utrecht. 12 uur op het Jaarbeursplein. Dan kunnen we met z'n allen de tegenaan. Dus, ja, als je nu luistert. Je hebt zoiets van... Ja, goed. En dan kan ik het weer niet laten. Maar dan zeg ik erbij van... Je kan je geld voor het treinkaartje ook nog in de i-guldens jassen. Ja. Dan maak je ook een hoop mensen wakker mee, denk ik. Kan ook nog. Daarmee met het toegestaan. Maar dan gaan we naar het volgende berichtje toe. Want de rechters die zaten fout in de toeslagenaffaire. En die zijn tot de volgende conclusie gekomen. Namelijk. Stevast de kant van de Belastingdienst gekozen. Oh, de mist. Stevast kant van de Belastingdienst gekozen. Oké, de en van dat mist. Oké. Stevast kant Belastingdienst gekozen. Oké. Ik vond het een beetje een rare zin. Ja, dat heb ik al vaker als jij zinnen voorleest. Dat ik denk, goh, dat is een rare zin. Maar... Ja, ik heb ook nog de selectie, hè? Dus dan krijg je dat. Ja, wat kunnen we hier verder over zeggen, hè? Nou, wat kun je erover zeggen? Dus de rechters zitten in wel meer dingen fout, want hij staat er deze week niet tussen. Misschien moet ik het niet zeggen, maar onze Huig Plug was weer op pad van de week. Oké. En dat bij de rechtbank. Hij wilde namelijk verklaren de informatie die hem is toevertrouwd in die zaak rondom seksueel misbruik in de overheden. Ik noem het pedoclubje, wat ik hier al 1000 keer genoemd heb. En
Hij mocht alleen, het zou een publieke zitting worden en dat werd het laatste moment werd dat gewijzigd. En dan zou het allemaal achter gesloten deuren moeten plaatsvinden en daar paste hij voor. En toen is hij dus voor de rechtbank, heeft hij gewoon zo'n hele betoog voorgelezen. Oh ja, ik heb die video gezien, ja. En deze toeslagenaffaire, ja, er zit inderdaad... niet alleen, weet je wel, het is gewoon, ze werken met elkaar samen, die verschillende... Ja, maar dan moet je toch kunnen wraken, dus daar hebben we wraking voor. Want ze zeggen eigenlijk van, ja maar hoeveel we zijn niet onpartijdig. Hoeveel rechters zijn dat nou in Nederland? Geen idee. Ja, niet, op een gegeven moment zijn ze gewoon, ze zijn allemaal gewoon, of tenminste, zullen ze niet allemaal zijn, daar wil ik dan ook wel weer even tegenspreken. Maar er zijn er gewoon te veel op een positie. En die krijgen dus ook dat soort zaken de hele tijd toegespeeld. Ja. En ja. Maar de overduidelijke partijdigheid. Ik denk dat het heel uitmaakt wie de zaken naar welke rechter toespeelt. Want je hoeft ook maar een paar rechters natuurlijk in je tank te hebben. En dan als je de figuur hebt die de zaken toebedeelt, dan ben je ook al spekkoper. Dus gewoon, je gaat alles gaat altijd naar de bevriende rechter toe met de goede uitspraken. Ik had begrepen dat daarvoor dus de wraking is. Dan kan je zeggen, hé jongens, er is hier sprake van partijdigheid. De rechter die speelt onder een hoekje met iemand. Ik weet niet of jullie weten wat dat is. Ik ken het begrip wraking, ja. Misschien is dat wel, maar ik weet niet hoe het dan werkt. Ja, er moest naar een wrakingskamer met andere rechters. En dan zeggen ze van, onzin. Ja, onzin. Wij hebben met elkaar besloten dat het niet zo is. Maar er wordt in de chat gaat het een keer nu. ik weet niet wat er allemaal gebeurt, maar ik zie heel veel... Idana Gold zegt vrijdag om 8 uur een fakkeltocht in Dronten. Mm-hmm. En de moeder heeft gevraagd, zegt Idana Gold. Is dat in die rechtszaak met waar ik net. Ik heb net een filmpje gedeeld. Ja, dit was inderdaad waar jij het over had, denk ik. Ja, ik heb het niet helemaal gezien, maar. Ja. Ik heb het inderdaad gezien. De moeder heeft gevraagd. Ja, en dan hangt het dus weer stil. En dan ben je weer een paar weken verder. En dan gaat, weet je wel, zo is het spelletje. Ik heb het filmpje gedeeld van het verslag van de juichplug. En ik heb nog een reactie van iemand op dat hele gebeuren met de juichplug. Dat is ook een hele mooie visie die ik zeker kan aanraden om eens te bekijken. Je had trouwens nog een ander filmpje, die moet ik ook nog even laten zien, nou we het toch erover hebben. Even kijken hoor, dan moeten jullie heel even stil zijn en dan moeten jullie kijken wat jullie kunnen verstaan, wat er gezegd wordt. Even kijken hoor, dit gaat hebben, volgens mij is het bij zo'n Formule 1 of zo. Het publiek dat loopt iets roepen. Thank you to all of our partners. Oh my god, it's just such an unbelievable moment. Brandon, you also told me, as you can hear the chants from the crowd, let's go, Brandon. Brandon, you told me you were going to kind of hang back those first two stages and just watch and learn. What did you learn that helped you there in those closing laps? Oh, my God. It was learning how each line didn't stay to one. And everything shifted top to bottom so much. Ja, in ieder geval, er wordt Let's Go Brandon geroepen, hè? Heel duidelijk. Ja. Dat is zonder twijfel. Dit is lekker viral aan het gaan op internet. Er gaan heel veel memes met Let's Go Brandon. En je ziet het ook steeds meer in de comments. Ook in artikelen die we vandaag hier genoemd hebben, staan af en toe reacties met LG... LGB, hè? LGB, let's go Brandon. LGBTQ. Ja, daar dacht ik toen ook aan toen ik het las. Denk ook. Ja, het is heel grappig. Bij heel veel sportwedstrijden roepen ze het ook al hard, let's go Brandon. Er was iemand laatst aan zijn sportwedstrijd geweest en vroegen ze, was Brandon daar ook nog? Ja, Brandon was er ook nog. Ja.
En je had nog een andere filmpje trouwens. Het leuke dat we er heel weinig tegen kunnen doen. Hè? Je kan eigenlijk niet zeggen, nou, dit is een grapje wat doelt op dat ze scandeerden. Fuck you, Biden. Fuck Joe Biden was het. dat moet ook onder het tapijt geveegd worden. Net als alle gecancelde vluchten bij Southwest Airlines. En dat maakt natuurlijk wel, als je weet dat dat eenmaal gebeurt, dat soort dingen, dan kan je er natuurlijk wel enorme lol mee hebben. Je kan, je kan daar gewoon zogenaamd in meegaan of zo. Ja. Bij dit soort dingen, dat is het. Eigenlijk is dat wat je doet. Want de verslaggever zegt dan, oh, ze scanderen, let's go Brandon. En dan ga je niet zeggen, hé, dat zei die helemaal niet. Zo, nee, dan ga je er gewoon in mee. En dan weet iedereen, de goede verstaander heeft een half woord genoeg. En dan heb je eigenlijk een ontzettende lol erover. Dus je kan dat, ja, dat moet wel vaker doen, denk ik. Met dit soort, zeg maar, fake news van de, over, ik zag dat Joe Rogan bijvoorbeeld, die had het CNN over de bartafel gesleept. Van, hé, hij had ivermectin gebruikt. En dat werd dan een horse paste genoemd. En dat is natuurlijk onzin. Of het is niet helemaal, het is niet onzin. Het wordt ook wel bij dieren gebruikt. Het wordt ook bij mensen gebruikt. Net zoals antibiotica ook bij dieren gebruikt wordt. Maar hij gaat er al heel erg tegenin. Maar je kan er natuurlijk ook wel lacherig over doen. Dat is eigenlijk nog wel sterker, denk ik, dan dat je eigenlijk aan. Als een groot gedeelte van mensen er gewoon hard om lacht dat er zoveel propaganda is, dan verliezen ze hun kracht eigenlijk. Hè? Ja, en ik vind dat inderdaad wel raar, want Joe Rogan is van oorsprong een komiek. Ja. Ja. Ja, maar hij heeft natuurlijk een talkshow waar hij serieuze dingen behandelt. Ja. Als komiek zou hij moeten weten, want hij refereert ook heel vaak aan zijn carrière als komiek, weet je wel. Ik luister ook wel eens naar Joe Rogan's show en dan heeft hij over zijn begintijd, toen hij nog in het voorprogramma van, hoe heet dat zat, van Bill Hicks of van... En ik heb van hem dit en dit geleerd, hoe ik die en die grap zo moet maken. En dan, ja. Dan heeft hij een goede kans om een hele grote grap te maken. En dan gaat hij er serieus op in. Ja. Maar dat is het hele grap. Je kan hier bijvoorbeeld wel zeggen van, ben jij al gedewormd en zo. Want dat was dan het, En dat heb ik al veel zien gebeuren ook. Van, even laten dewormen. En als je dat... Ja, de goede verstaander heeft dan een half woord. En dan moeten ze dat ook gaan censureren. En dat is het hele probleem met die censuur. Dat was natuurlijk in de Sovjet-Unie ook al zo. Dat als je dat gaat censureren. Nou gaat YouTube gaat alles verwijderen wat klimaatverandering een hoax noemt. En dan, dan ga je natuurlijk ook over je afroepen dat er mensen in allerlei omvloerste termen over gaan praten. En je mag het niet over COVID hebben, dan noemen mensen het de cerveza sickness. Omdat het een Mexicaans biertje, de corona is. Ja, je gaat natuurlijk, gaan mensen daar omheen lezen. En daar zijn ze ook heel snel in. Mensen hebben ook heel snel door... Oh, daar mag je niet over praten. Het is een nieuw woord. Is er gekomen? Nou, dan gebruiken we dat woord, toch? Ja. Ja, maar Yoshi, jij stuurt me nog een andere link. En dit is van Blackbox. Volgende. Oké, we zijn klaar met de rechters. Ja, ik denk dat we verder niks over te zeggen. Ik zou zeggen wraken, hoppakee. Maar ja, dat is ook een show. Het punt is natuurlijk hierbij dat rechters ook in overheidsdienst zijn. En daarmee nooit betaald worden vanuit belastingen. Dus daarom heb je gewoon geen kans dat systeem ooit gaat werken. Want je kan je abonnement niet opzeggen en naar de concurrent toe gaan. En zolang dat niet het geval is. Klopt. Dan komt dat niet goed. Dan kan je wel, je kan ze een eed laten zweren. Schiet je gewoon helemaal niks meer op. Ja, klopt. Ik zou altijd zeggen, van probeer altijd problemen zelf op te lossen. En zo min mogelijk naar de overheid te stappen als je een probleem hebt. En vaak is dat nog beter ook. Hè? Ik bedoel, als je naar de overheid gaat, dan ga je naar een monopolist toe. En dan krijg je altijd de slechtste kwaliteit voor de hoogste prijs. Voor de meest onredelijke salarissen denkbaar. Dus probeer gewoon de overheid gewoon zoveel mogelijk te vermijden. En vaak als je ruzie met je buurman hebt, dan kun je beter zorgen dat je dat voorkomt. Ja.
altijd proberen redelijk te zijn. Dus nou, dat is mijn advies. Goed, ja, Blackbox TV, dat is een goede zender inderdaad. Ja, die hebben zichzelf gecrowdfund met een 250.000 dit jaar. En ze leveren... Net zoveel als een restaurant in Utrecht, hè? Ja, maar zij hebben, als je het zo naast elkaar zet, dan is het wel raar. Maar Blackbox heeft er leuke dingen zijn ze mee aan het doen. Ze hadden laatst ook dat verslag uit Amsterdam waarmee zij op het idee kwamen om daar een notariskantoor in te huren om het aantal bezoekers vast te leggen. Zodat er geen schatting gedaan hoeft te worden, maar dat het gewoon met 95% zekerheid is vastgesteld. En dan hoef je daar ook niet over te discussiëren achteraf, van hoeveel mensen waren er dan. Hè? Want je krijgt altijd van die rare uitslagen en zo. Maar dus we hadden dus ook nu een item, dat is nu een terugkerend iets. Want ze maken ook één dingetjes die pas één keer, die maar één keer komen, zeg maar. Maar dit, is nu dit komt nu terug. Want begin september is er op Nieuwsuur een reportage geweest waarbij een huisarts heeft gezegd dat er een vrouw is overleden aan corona en als zij zich gevaccineerd zou hebben, zou ze nu nog in leven zijn geweest. En dat zegt zij dus in die uitzending op Nieuwsuur. Er gebeuren nog een heleboel andere, het is echt een beetje een toneelspelletje die uitzending en het ziet er allemaal een beetje gemaakt uit. Nou, toen zijn ze daar dus ingedoken van hoe kan die, wie is dan die vrouw die is overleden en dat willen we dan wel eens weten. Nou, ze zijn nou bij de nabestaanden van die vrouw terechtgekomen en die zeggen, nee, ze had allerlei onderliggend lijden en die, ze had helemaal geen corona. Mm. En het punt is dus, er wordt een claim gemaakt onder, in Nieuwsuur, wel een meerdere, maar er wordt onder andere geclaimd dat die vrouw dus bij de GGD zou zijn opgenomen als coronadode. En toen is er iemand gewoon in Nederland die begaan is met dit onderwerp. Die is gaan zoeken op de website van het RIVM en van de GGD. En dat wordt allemaal bijgehouden. Hoeveel mensen hebben er een positieve test? Hoeveel mensen liggen er in het ziekenhuis? En toen vond zij dus dat er bij het RIVM op dat moment helemaal geen coronadood gemeld was. In die hele buurt niet. En pas nadat dit dus op Blackbox kwam, in diezelfde week dat deze uitzending zijn eerste uitzending had, dat is ongeveer een maand geleden, toen werd er ineens een coronadode in de statistieken bijgeschreven. Dus het is allemaal heel erg vreemd hoe dat dit dan loopt. Ze geven daar een beetje diepgang over. En ze bellen dus ook met Nieuwsuur en dan zeggen ze, joh, die vrouw die is dus helemaal niet met corona overleden, dus... Hoe kun jij nou stellen dat ze met een vaccin nog had geleefd? Dit is helemaal... Hè? Nou, en daar... Het is wel interessant om het te zien. En het loopt nu, zeg maar. Dus ik weet niet hoe het afloopt. Want het is gewoon nog bezig. En gaat Nieuwsuur ooit iets rectificeren of niet? Ze hebben al wel hun verhaal aangepast. Op de website is namelijk een stukje geschreven. Op de website van Nieuwsuur. Hebben ze hun eigen documentaire verdedigd. En dat is dus gezegd, ja nee, het is allemaal helemaal prima. Toen zijn ze daar toch weer op teruggekomen. Want in een deel van het item wordt dus die arts, die dokter, wordt gefilmd. Terwijl ze aan de telefoon zou zijn met de GGD. Maar dat is helemaal niet zo, want dat is gewoon een toneelstukje. Maar er wordt geen melding over gedaan bij Nieuwsuur dat het een toneelstukje is. Het wordt gebracht alsof zij binnenvallen terwijl die vrouw druk aan het bellen is, dat ze de hele dag coronadoden aan het doorgeven. Dus het is allemaal, als je het van een afstandje bekijkt, dan is het zo doorzichtig hoe dat het gemanipuleerd wordt, weet je wel. Het was toch laatst ook met Kamala Harris, die had iets over de NASA, had ze een interview gedaan. En dat bleek dus allemaal kinderacteurs bij te zitten die auditie moesten doen ervoor. Het was helemaal in scène gezet. En met Joe Biden ook, die vaccinatie van Joe Biden, dat is ook op een set, hè, is dat? Ja. Dus dat is ook heel, heel vreemd, wat is daar dan aan de hand? En dan zei ze later wel dat het een set was in, ja, waar was het nou ook weer? Virginia of zo? Maar in het Pentagon was het. En die hebben ze in het Pentagon hebben ze dus een set die lijkt op het Witte Huis.
Dus kunnen ze in het Pentagon kunnen ze gewoon een toneelstukje opvoeren alsof het in het Witte Huis is. Ja. Oh man. Nou, op zich is daar vanuit strategisch oogpunt misschien iets voor te zeggen. Ja, okay. Ja. Maar ja, niet meer als je dat uitlekt, zeg maar. Want dan, ja, dat is ook weer zo. Want, dan is het bekend. Ja, dan kan je nooit meer doen alsof alles goed is en Joe in het Witte Huis alles onder controle heeft. Het hele stuk met die Kamala Harris, dat was ook tenenkrommend. Ja, alles met Kamala Harris is tenenkrommend. Ja, ik heb dit was het echt niet gezien, maar... Ik heb het gezien. Ik dacht van, nou, dit kan je niet menen, dat ze dit überhaupt uitzenden. Dat zag hoe lang gewoon... zou het nog duren voordat zij het mag overnemen? Ja, maar dan denk ik van dat ze toch maar beter... Ik denk eerder van ze proberen Joe Biden nog zo lang mogelijk in leven te houden... zodat ze niet Kamala Harris los hoeven te laten. Want dat is echt... oh mijn god. Dat is een drama. Ja, je moet hem maar voor de gein eens gewoon bekijken, dat filmpje. Ik zal het wel eens... inderdaad moet ik diep bedanken, Kamala Harris... Ja, dat filmpje dat ze dan over de NASA, dat probeert ze, ja, dat denk je van, ja, serieus. Die kan die heeft dan waarschijnlijk nog allemaal mediatrainingen moeten doen en dit is dan het eindresultaat, weet je wel. Overigens nog even die, over Joe Rogan, de Sanya Gupta van CNN, die zegt... Calling it a horse dewormer is not the most flattering thing. I get that, said Gupta. It's a lie on the news network, said Joe Rogan. And it's a lie they're conscious of. It's not a mistake. They're unfavorably framing it as a veterinary medicine, Rogan shot back. Why do you say that when you're talking about a drug that's being given out to billions and billions of people, a drug that was responsible for one of the inventors winning the Nobel Prize in 2015, the 54-year-old Rogan continued. A drug that has been shown to stop viral replication in vitro. You know that, right? Why would they lie and say it's a horse dewormer? I can afford people medicine, motherfucker. This is ridiculous. Dus ik heb het idee dat Joe Rogan, de komiek, het onderspit delfde tegen Joe Rogan. Wat voor fucking lies zitten jullie hier te verkondigen? Ik heb een filmpje gevonden, maar ik zal hem na de uitzending eens kijken. Het is 10 minuten. Ja. Ik denk beter in zo'n geval kun je maar gewoon beter jezelf zijn. En ja, volgens mij is het gewoon, in werkelijkheid is het gewoon een monster die gewoon... Maar die speelt daar dat ze heel erg begaan is en probeert heel gepassioneerd en enthousiast over te komen. En ja, je weet, in werkelijkheid is ze gewoon niet zo. Dus gevalletje komt... Brinkman, dat hebben we Elko Brinkman of zo. Het komt heel, heel... Cursus mens gedaan of zo. Dus als lizard is dat gewoon heel lastig. Je doet een cursus mens, maar het komt toch niet helemaal goed over. Je lizarddom komt naar buiten doen. Het komt heel cringy over. Maar jongens, Hiro, dit gaat ons allemaal redden. Ja, je had het eigenlijk had ik het al eerder moeten plaatsen, dit berichtje. Maar even kijken hoor, iedereen een eigen budget voor vervoer, vlees en energie. Ja, 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 je hoeft niet meer na te denken, het wordt voor jou gedaan. Ja, het is toch tijd dat ik aan dat ik een soort, want ik ben nou die vaccinatiester op Facebook, daar ben ik wel een beetje beu eigenlijk, want nou is het er. Maar ik denk dat ik dan voedselbonnen. Ik kan van die voedselbonnen. Ja, de voedselbonnen eigenlijk, hè? Ja, het CO2, persoonlijk CO2-budget, heet het dan. En volgens TNO staan Nederlanders positief tegenover het persoonlijke CO2-budget. Welke? Is een enquête geweest. Ik heb hem gemist. Mensen zijn dol enthousiast. Ik ken ook niemand die hem aan hem meegedaan heeft. Nee, maar je mag alleen meedoen als je gevaccineerd bent, dus dat verklaart. Okay. Ja, ja, ja. Of het is gewoon zo'n enquête waar alleen werkelozen aan meedoen of zo. Zo eentje van, hoe heet dat nou? God, hoe heet die nou, joh? Oh, ik ben hem even kwijt. Er zitten meestal alleen maar werkelozen zitten daar in ruil voor bonnetjes. Voor bol.com bonnetjes zitten ze daar mee te doen aan een enquête of zo. Ja. Ja, en, GFK.
Ja, de mensen willen ook niet dat er gehandeld kan worden in rechten. Dus dat jij gewoon even wat, wat hamburger etenrechten opkoopt van een of andere pauper die, die dan de hele tijd insectenburgers moet eten. Zeg maar. Ja, dat is een veganist die dat in volle overtuiging zijn basisinkomen noemt. Ja, kijk, ik verkoop mijn CO2-rechten en dan heb ik geld gekregen van de overheid. Ja, maar als het allemaal uitkeringstrekkers zijn die aan die onderzoeken mee mogen doen, ja, die weten niet beter. Dat, voor hun is dat gewoon hun leven. Die lopen allemaal onderzoekjes te doen in ruil voor VVV-bonnen en bol.com-bonnen, weet je wel. Moet ze ja, het rare geven. Is alleen dat, ja, ik weet niet, als dit, ja, dat willen ze natuurlijk wel, dat vinden ze leuk, maar aan de andere kant blijf je die... Die mensen van WeWork hebben, die preken ook allemaal dat soort dingen, maar die vliegen wel met een private jet over de hele wereld heen. En daarvan krijg je natuurlijk het probleem dat als ze tegen die gaan zeggen van, ja, je kan niet meer vliegen, want je budget is op, dan vliegen die helemaal door het dak heen. Ze zeggen, dat was niet de bedoeling, het was alleen voor de untermenschen. Dus de untermenschen die mochten niet meer vliegen op vliegvakantie, maar voor mij moest het niet gelden. Ja, dat is het. Dat is het hele verhaal met die klimaatconferenties waar ze met private jets naartoe vliegen. Het hele vliegveld volgeparkeerd staat met glitteraties. Ja. Ja, dat is sowieso, hè, met al die mensen die de regeltjes vaststellen, hebben allemaal een diplomatiek paspoort. En dat is altijd, ben je vrij van al dat soort dingen. Ja, zelfs COVID-paspoort. Er staat altijd bij van overheidsmensen en diplomaten, die hoeven dat allemaal niet te tonen. Koningin Beatrix? Of prinses? Ja, oké, maar dat is een hele kleine groep. Maar... Dat was ook een toneelstukje. Ja, inderdaad. Ja, die hoeft ook haar... was rood, hè? Ze was niet gevaccineerd. Nee, het was niet rood. Die man die lukte het niet om te scannen. Dus hij ging er wel overheen, maar hij scande het niet en er gebeurde helemaal niks. En toen haalde hij gewoon... Want het duurde te lang, zeg maar. En hij werd nerveus en toen haalde hij maar gewoon die telefoon weg. En toen zei hij, nou ja, loop maar door. Hier, dit zijn de dingen die je moet doen voor die lage CO2-uitstoot. Nauwelijks autorijden, niet te lang douchen, verwarming verstandig gebruiken, dus in de kou zitten, verlichting idem in het donker en de kou, geen vliegvakanties, wel alles op de fiets, geen vlees meer, ook niet de elektrische fiets denk ik, dat is natuurlijk ook alweer minder. Bovendien woon ik klein, zegt deze poll-correspondent. Die mag alleen een elektrische fiets als je hem dan oplaat, terwijl je fietst. En dan, als je thuis komt... Energie dan terug het net in, zeg maar. Ja, maar daar moet je weer heel goed voor eten om dat te kunnen doen. Dat mag ook niet eten. Oh nee, dat is waar, ja. Nou ja, of het... Nee. En dit is nog maar het begin, hè? Daarna gaat daar ook op bezuinigd worden steeds meer. Ja, wordt natuurlijk steeds verder afgeknepen dan, hè? Ja. Ja. Ja, het wordt wel benieuwd, tijd om je exit te plannen in dit... Als dit allemaal doorgaat, dan het wordt hele, wel steeds... hele remake maken van dat nummer België, van het goede doel. Van waar kan ik heen? Kan niet naar Cuba, wil niet naar Cuba, dan zijn ze te streng of zo. Ja. Ja, dit zijn de poll-correspondenten, die zeggen dus, eigenlijk doe ik dit nu al, maar gezien de vrijwilligheid wijk ik er wel vaker vanaf. Dus hij zegt eigenlijk, ja, omdat het vrijwillig is... is smokkelijk wel eens. Eigenlijk moet het gedwongen worden. Moet ik klappen krijgen. Als ik nou klappen zou krijgen. Als ik het overtreed. Dan zou het beter werken. En deze correspondent zegt. Ik vlieg nooit. Eet geen vlees. En rij elektrisch. Dus ik word vast rijk van de verkoop. Yeah. Dus dat soort mensen zitten er in de pol. Ja. Waarschijnlijk ook allemaal voorgeselecteerd of zo. Wat gewoon eerst wordt gekeken van, ben je vegetarisch? En dan mag je door, weet je wel. Mm. Dat is eigenlijk een poll onder vegetariërs of zo. Ja. Nee, je kan komen voor die poll en er zijn veganistische hapjes te eten of zo. Ja, kan ook. Selecteert ook al enorm. Ja. Maar gelukkig voor Amalia. Ja, Amalia is dit, hè? Een lief klein biggetje. Sorry. Maar als ze trouwt met een vrouw, dan mag ze alsnog koningin worden. Ja.
Waar de fuck hebben we dit bericht eigenlijk? Ja, dat, ze moet toestemming hebben. Nee, maar dit hebben. Geeft aan dat, dat dit kabinet, dat let gewoon op de belangrijke problemen. Het heeft gewoon prioriteiten. Oh, man. De hele land zinkt weg in de shit. Maar zij zorgen ervoor dat, dat Amalie hoeft geen toonsafstand te doen als ze met een vrouw trouwt. Oh man. Dus Amalia die weet dat dan vast, dat dat tot dat de mogelijkheden behoort. Had ze met de vrouw überhaupt willen trouwen of zo? Nee, waarschijnlijk niet. Het was heel klein dat dat überhaupt het geval is. Maar ja, ze hebben er toch vast een onderzoek naar gedaan. Kennelijk was ze ermee bezig. Maar heb je ook niet het idee dat dit ook... Dit is ook weer een beetje zo'n steek onder water aan het Koningshuis. Zo'n nieuwsberichtje van... van ja... Het nieuwsberichtje komt natuurlijk voort uit dat het kabinet het erover gaat zitten hebben. Die hebben dus kennelijk niks beters te doen. Maar ik heb het ook het idee dat het is... De koning die sluit zijn domein af voor bezoek. En nou, dan krijg je opeens problemen met de belastingdienst of zo. En nou krijgt, komt zijn dochter opeens als, als lesbienne in beeld ongeveer. Ik heb het idee dat dat zo'n... ja, dat het ook weer een beetje een... een prikje is. Net zoals ze dat bij de kerk altijd doen. Als de kerk dan niet voldoende marxistisch is, dan komen er opeens de pedo-schandalen weer naar boven. Ja, zo alsof ze bij de overheid er niet zijn, weet je wel. Ja, de paus heeft zich dan laatst voor het vaccin uitgesproken. En hij heeft zelfs zijn Zwitserse garde ontslagen die zich niet wilde laten vaccineren. Ja, dan zou je zeggen van... Deze paus die is al zo'n beetje... Dat is al zo'n marxist eigenlijk. Ja, ja. Dus, maar dat, ja misschien, die... dat, misschien is die ook al naar voren geschoven. Van, nou, als we die paus naar voren schuiven... dan hebben we geen last met the powers that be. Ja. Want die zegt precies ja, wat... Ja, wat ze willen horen. Dus dan, dan kunnen we onze pedofilie onder het tapijt geveegd krijgen. Maar ja, als je natuurlijk eenmaal chanteerbaar bent, dan komt dat steeds terug, denk ik. Ja. Dat bij, wat was het nou, in de jaren 60 geloof ik. Toen had je al de eerste tekenen dat de katholieke kerk een beetje linksig begon te worden. Minder conservatief als dat ze normaal waren. En dan moet ik even zeggen, piep een beetje. Hè? Dus ons zou het niet eens opgevallen zijn. En toen had je. Vredesberaad had je toen, het IKV. Dat soort shit, ja. En toen had je. Toen had je in de. In Spanje heb je toen een antipaus gekregen. Die zich afgescheurd heeft van de katholieke kerk. Dus die. Die was extreem conservatief, was die. En ja, alle communisten moesten dood en dat soort shit, weet je wel. Dus dat soort dingen, dat soort tegenreacties kreeg je toen, weet je wel. Maar bij deze paus heb je dat, die is gewoon een communist. En ja, ik volg het ook eigenlijk niet hoor, wat er bij de katholieke kerk gebeurt, maar... Ja, die paus is een hele marxist nou, ja. Ja. Maar hebben we antipausen nou? Oh, ja, dat, niet dat ik weet, maar ik hoorde wel in Bodrum, daar zaten ook wel aardig wat katholieken en die, ja, die was die paus, daar waren ze niet blij mee met die paus. Okay, maar ze moesten ook wel toegeven dat er een hele grote linkse achterban zit in de Rooms-Katholieke Kerk. Ja. Ja. Nou, het ziet er naar uit dat ik het toch weer gered heb, jongens. Ik was niet zo in de beste vorm deze week. Heb je er doorheen weten te slepen? Ja, je hebt, ik heb er niks van gemerkt, Yoshi. Ja. Het is gewoon, gewoon jezelf, zoals altijd. Ja. Maar goed, ja, ik ga even een eindje aan brouwen. Want ja, we zijn eigenlijk gewoon door alles heen, door alle berichten. Goed. Ja, nou ja, goed, ik wil in ieder geval iedereen hartelijk danken voor het deelnemen en uiteraard de luisteraars danken voor het luisteren. Uiteraard zijn we volgende week weer en vergeet niet zondag om 12 uur op Jaarbeursplein, dan kun je gewoon demonstreren en we gaan dan ook langs Waku Waku geloof ik. En ja, ik denk dat ik er zelf ook bij ben, dus
Ik had eigenlijk iets anders gepland. Ik zou weer naar een wijngaard gaan. Maar ja, degene in kwestie met wie ik meeging, die is ziek. Dus waarschijnlijk ga ik dan gewoon ook daar naartoe. Naar de Jabersplein bedoel ik. Dus nou ja, goed. Ik wil in ieder geval iedereen hartelijk danken voor de... En dat had ik al gezegd. Ja, dan wordt het toedeledokie, hè? Ja, ik wens iedereen vrolijk en vooral een hele vrije week toe en al die dingen. Chique idee. Ja, dan wordt het F12 drukken.